Nou, de 30ste keer dat ik een oudejaarsvoorstelling maak. En dat... Dank u wel. Ik krijg nu applaus omdat ik nog leef, begrijp ik. Dat is wat het is. Hartelijk dank daarvoor. Het is een groot genoeg om weer terug te zijn hier in Gouda. Een van de mooiste schouwburgen waar ik mag spelen. U bent met 800 mensen hier aanwezig. Meer past er niet in. Waarvoor hartelijk dank. En ik ga tegen u aanspelen over dit jaar. Ik vind het van belang om te vertellen. Ik heb heel veel schouwburgen en theaters al gehad. En de ontvangst hier in Gouda is echt onwaarschijnlijk. In heel veel theaters wordt vanwege het jubileum volledig genegeerd. Gewoon genegeerd. Geen rode loper. Geen cadeautafel. Geen bloemen in je kleedkamer. Terwijl hier, ik kom binnen mijn kleedkamer, er staat een mandje met welkom en gefeliciteerd met je jubileum. En er zat in een handdoek, doucheschuim en tandpasta. Oftewel, leuk dat je een jubileum hebt, maar doe wat aan je persoonlijke hygiëne. Dat was eigenlijk de samenvatting. Ik hoop dat ik fris genoeg ruik voor de eerste rij. U durft niet te antwoorden. Dat begrijp ik ook wel. Mooi. Dat is wat het is, dus een jubileum. En ik zou eerlijk zeggen, ik had verwacht 30 keer oudejaars spelen achter elkaar. Dat is historisch. Ik denk, daar ga ik heel veel aandacht mee genereren. Dat dacht ik echt, hè. Ik denk, ik ga nu uitnodigingen krijgen voor, ja, weet ik wat, Lingo, Waku Waku. Of dat RTL Boulevard je belt voor een diepte-interview. Allemaal niet gebeurd. Een deel van u is al heel scherp, de rest moet er nog even bij komen. Geeft niks. Ook mensen uit Haastrecht zijn gewoon welkom. Wat mij om gaat... daar zitten ze. Wat mij om gaat is dit. Ik had echt verwacht, ik ga heel veel aandacht krijgen. Ik zal één voorbeeld nog geven. Ik denk, ik toer al 30 jaar het land door. En niet alleen dit soort hele grote bakken. Ik speel overal, ja? Ik denk, na 30 jaar de mensen toch iets leuks brengen op de avond. Ja, krijg ik misschien wel een lintje. Ik had echt gedacht, misschien krijg ik eindelijk een lintje. Is niet gebeurd. Ik ga de teleurstelling niet groter maken, maar ik heb geen lintje gekregen. Ik ben wel onlangs de majesteit tegengekomen. Toevallig, we waren altijd op een bijeenkomst. En op een paar moment kwam de majesteit heel even op mij af. Dat is toch een moment. En de majesteit kwam op mij af. Willem-Alexander zei letterlijk tegen mij, hij keek zo. Hij zei letterlijk, u ziet eruit als iemand die zijn eigen meubels betaalt. En het onderhoud ook. Nou, dan zit je echt... Begrijp je? Dan zit je echt aan de bodem, hè? Dus ik zeg, majesteit, ik wil iets meer aandacht. Wat moet ik doen? Hij zegt, dan moet u de baard laten staan. En hij schrijft weg. Dit is mijn leven. Maar goed, u begint over het Koningshuis. Ik wil er best wat over zeggen. Ja, ik moet blijven opletten. Wat ik wou zeggen is dit. Ik vind Maxima, dat klinkt misschien raar, maar ik vind Maxima een top 5. Maxima is uw koningin en mijne ook. Maar ik vind Maxima oprecht een top 5. Ja? Maxima is een leuke vrouw, intelligente vrouw. Een vrouw met humor. En dat heb je ook wel nodig met zo'n man. Ik zeg wel eens, ik zou Maxima een echtgenoot gunnen. Zoals Femke Halsema die al heeft. Dat zeg ik wel. Gewoon met een eigen wapen. En een stukje gezelligheid. Maar goed, wat er gebeurt is, Maxima, dat weet u ook al. Maxima is koningin, daar krijgt ze een ruime onkostenvergoeding voor. En daarnaast heeft ze ook werk, want Maxima zet zich in, dat weet je misschien, voor vrouwenrechten. Goed, dat is hier niet echt doorgedrongen, maar Maxima zet zich in voor vrouwenrechten. En dat vind ik zelf ook een heel interessant concept, waar zeker over gesproken moet worden. Ik voel aan alles, jullie moeten nog op mijn tempo komen. Dat geeft niks, hè. Het wordt een topavond. Maar goed, Maxima die praat over vrouwenrechten, dat is toch een begin. Praten over vrouwenrechten. Dat doet ze door wereldwijd met mensen te praten. En Maxima ging voor de zomer ging ze naar Saoedi-Arabië. Daar ging ze praten met kroonprins Bin Salman. Een bekend voorvechter van vrouwenrechten. En daar zijn ze. Klein stukje cynisme. Wat naar hem gaat. Bin Salman, die kent u. Bin Salman is de kroonprins. Bin Salman, u weet misschien ook een beetje hoe hij met kritische journalistiek omgaat. Daar komen de beelden. En nou is het raar, ik ga iets vertellen van vorig jaar. Vorig jaar was ik hier ook. Ja, vorig jaar speelde ik ook een oudejaars, dat was toen de 29ste. En toen was er een moment en toen zat ik hier. Ik weet nog, ik zat hier en ik praatte over Bin Salman. En dat is raar. Vorig jaar praatte ik over Bin Salman. Ik leg u uit waarom. Het bleek een verlichte kroonprins. U kent Saoedi-Arabië, u kent de sfeer daar. Ja? En toen bleek vorig jaar, Bin Salman is een verlichte kroonprins. Hij gaat zich inzetten voor ook de vrouwen in Saoedi-Arabië. En toen was ik heel positief over hem. En toen zei ik, Bin Salman heeft besloten dat vrouwen in Saoedi-Arabië voortaan mogen autorijden. En ik was echt oprecht verheugd, want ik vind het een heel goed idee. Hoe meer vrouwen autorijden in Saoedi-Arabië, hoe minder... Wat ik bedoel is eigenlijk dat het een goed idee is. Dat het een goed idee is. Nee, in Saoedi-Arabië kan je lekker autorijden, want er is heel veel ruimte. Ja, wat kan je gebeuren? Dat is een goede ontwikkeling. Maar daarnaast bleek ook dat vrouwen in Saoedi-Arabië mochten voortaan naar de film. En dat mochten ze nooit. Goede ontwikkelingen. Achteraf bleek vrouwen in Saoedi-Arabië mochten één keer met de auto naar de bioscoop. Boerka, klein gaatje. Film kijken, terug naar huis, smoel houden, stokslagen. Dat was de hele ontwikkeling. Ja? En met deze man, Bin Salman, gaat uw koningin praten over vrouwenrechten. Oké, ik vind daar van alles van, maar ik hoef dat niet te vinden. Want we hebben een minister van Buitenlandse Zaken. En die gaat daarover, toch? En de minister van Buitenlandse Zaken, dat weten jullie ook, dat is Stef Blok. Dat weet u, Stef Blok.
ik zou hem even kunnen nadoen, maar dan denkt u, hij is dood, gaan we niet doen. Stef Blok, u kent Stef Blok toch? Stef Blok was met Prinsjesdag was hij designated survivor. Weet je dat toch? Het schijnt dat terroristen toen zeiden, dat gaan we Nederland niet aandoen. Nee. Er zijn ook grenzen aan de islam. Maar goed, zei hij dat echt? Volgens mij wel. Wat mij om gaat, Maxima, uw koningin gaat praten met Bin Salman over vrouwenrechten. Ik vind het fascinerend. Nou, wat er gebeurt is, Maxima die komt eraan en die loopt op een bepaald moment loopt ze die tent binnen. En die begint het gesprek. Maar Maxima is een leuke vrouw. Om het ijs te breken, zei Maxima tegen Bin Salman, letterlijk. Wij hadden vroeger in Argentinië ook kritische journalisten. Hadden wij ook. Maar die hakten wij nooit aan stukken. Dat deden wij nooit. We hadden een vliegtuig en een hele diepe oceaan. En dat... Nou, dat is een beetje de sfeer van de avond, dames en heren. Ik voel heel veel goede wil ook aan uw kant. Ik wil nog één ding zeggen over het jubileum. Ik heb niet echt slingers of zo opgehangen, wel een beetje extra licht voor u. En wat ik ook heb gedaan, speciaal voor vanavond, is een kleine lichtshow voor de fijnproever. Dit zal in de loop van de avond een aantal keren van kleur veranderen. Ik zeg het nu vast, dat u niet de hele avond open bek gaat zitten kijken wat gebeurt daar nou. Wij speelden 6 weken geleden in Bolzwart. Ze hebben de hele avond alleen maar zitten kijken van hoe is dit mogelijk? Ongelooflijk. Maar goed, ik ben terug in de beschaving, dat is ook belangrijk. Ik vind het van belang om die voorstelling te spelen, elk jaar weer. En het is de 30e keer. En ik heb besloten om een paar dingen anders te doen dan die afgelopen jaren. En dat klinkt jaar. Want ik heb het de afgelopen 29 jaar gedaan. Met veel plezier en ja, ook wel succes. En toch ga ik een paar dingen anders doen. Kleine dingen. Wil ik even delen met jullie, dat je weet waar je aan toe bent. Ik heb besloten om vanavond in de loop van deze voorstelling de woede, en ik heb het over mijn woede, tot een minimum te beperken. En ik zal u uitleggen waarom. Ja? U heeft in de brochure gekeken, het is cabaret. U denkt, dat wordt een avondje lachen. U heeft geen behoefte aan een man die gaat staan schreeuwen. Dus ik ga proberen om mijn woede tot een minimum te beperken. Dat is de opdracht aan mijzelf. 2, wat ik ook ga proberen is om het moralisme tot 0 terug te brengen. Ik word heel vaak beschuldigd van moralisme. Volgens mij is dat niet waar. Volgens mij is een moralist iemand die gaat staan die zegt dat dit zo en zo en zo. En jullie moeten allemaal dit en dit en dit. Heb ik nog nooit gedaan. Maar toch ga ik proberen in de loop van deze avond het moralisme tot 0 terug te brengen. En dan zijn we er nog niet. Maar ik ga ook proberen de mening, voor de duidelijkheid, mijn mening, tot 0 terug te brengen. U bent met 800 mensen hier. Ik ken deze regio. U heeft allemaal een mening. Ja, toch? U heeft allemaal een mening. Ja? U heeft geen behoefte aan mijn mening. Daar nog een keertje overheen. Dus dat is het idee. Geen mening. Dat kwam van de zomer tot mij. Ik had van de zomer 3 weken vrij. Dat was ik 3 weken samen met mijn vrouw. En als ik 3 weken samen met mijn vrouw ben, hoef ik dus 3 weken helemaal geen mening te hebben. Dat is gewoon... Ik voel herkenning bij de helft van de zaal. Dat is gewoon prettig, toch? Maar begrijpt u wat ik bedoel? Dat is de voorstelling. Er is daar al spanning op de eerste rij. Gaat het nog goed, jongens? Ik wil geen ruzie, hè? Ik wil geen ruzie. Want echt, ze heeft een sjaal om zijn wurgje, vriend. Ik zie het gebeuren, hè? En terecht. Wat ik al zeg is dit. Ja, jullie zijn heel scherp. Ik hoorde hem zelf niet eens, maar jullie wel. Dat is de sfeer, hè? Wat ik al zeg is dit. Het idee van de avond, lieve vrienden, is geen mening, geen moralisme en geen woede. Dus, ik vond het fijn om hier te zijn en... Oké. Luister, als je aan woede denkt, dan denk je aan iemand die kwaad op je is. Ja? Iemand die tegen je gaat schreeuwen, je hebt een conflict, dat is niet leuk. Maar ik heb erover nagedacht, woede kan heel leuk zijn als je maar goed zoekt. En ik heb voor jullie goed gezocht. Soms is woede echt heel leuk. Ik doe een voorbeeld, dat was een maand of wat geleden, ik dacht net voor de zomer. Er was een groot onderzoek in de Verenigde Staten in Amerika. En dat werd uitgevoerd door MIT. Dat ken je misschien, MIT. Misschien ken je het niet, dat is de Massachusetts Institute of Technology. Ik doe hem nog een keer voor de eerste rij. De Massachusetts Institute of Technology. Dat is in Boston. En wat er gebeurt is, u kent MIT van naam, doen ze technologisch onderzoek en AI en shit. Maar wat ze ook doen is sociologisch onderzoek naar ontwikkelingen in de maatschappij. Oké, net voor de zomer, groot onderzoek. En het onderzoek van MIT, dat ging over hipsters. Belangrijke subgroep. En er kwam onderzoek naar hipsters, duurde 6 weken. En de uitslag van het onderzoek luidde letterlijk, hipsters lijken heel vaak op elkaar. Dat je denkt, wow, wat goed dat onderzoek is uitgevoerd, toch? Als luid was een onderzoek wordt gepubliceerd, begrijpt u ook wel. Het wordt dan vaak gepubliceerd in de Massachusetts Institute... Ik doe hem nu hier, hè. De Massachusetts Institute of Technology Journal. Dat is een tijdschrift, kan je lezen, onderzoeksresultaten. Oké. 6 pagina's, een journal. Einduitslag van het onderzoek, wederom. Hipsters lijken heel vaak op elkaar. En toen hadden ze voor de zekerheid, voor de lezer... hadden ze er een foto naast geplaatst van een hipster. Dat u, als u het leest, weet, ah, dat is er een. Een stukje service. En nu kijkt u mij aan. Waar blijft de woede? Die komt nu. Het wordt geplaatst binnen 3 dagen. Woedende mail van een hipster.
En ik zei, dat hele onderzoek deugt niks van. 1, wij hipsters, wij lijken helemaal niet op elkaar. Want wij zijn allemaal stuk voor stuk individualist. En 2, zei hij, het is een absolute schande dat jullie zonder mijn toestemming mijn foto naast dat artikel hebben geplaatst. Het enige punt was, dat was hij niet, dat was een andere hipster. Ik hoef jullie heel weinig uit te leggen. Dat is lekker, hè? Dat scheelt zoveel tijd, dat meen ik echt, hè? Weet je wat? Ik doe nog een stukje woede. Ik weet niet waarom, ik heb er zin in. U kent allemaal de KLM. U kent de KLM. Met de KLM hebben vliegtuigen. En de KLM hebben vliegtuigen, die mogen alles. Die mogen opstijgen, die mogen vliegen, die mogen landen. Ze betalen geen BTW, ze betalen geen accijns. Een interessant verdienmodel. Dat is de KLM, toch? Nederlands trots. En afgelopen 2 maanden was er een commercial van de KLM op u gericht. En die zei, heel simpel gezegd, jullie moeten allemaal meer tickets kopen bij de KLM. Want als jullie dat doen, dan gaan wij van de KLM meer winst maken. En die winst, die gaan wij dan besteden aan duurzaamheid. Dit is geen mening, dat is een gebaar, hè? Dat is wat anders. Wat mij om gaat is dit. U kent allemaal de KLM, succesvol concept. Ergens in het voorjaar was er een vrouw. En die vrouw die moest ergens heen. En die ging met een vliegtuig. Dat vliegtuig ging ook ergens heen. Dat bleek dezelfde bestemming. Had ze goed gepland. Dus wat er gebeurt? Sommigen horen echt alles. Jullie zijn echt fucking goed bezig, jongens. Wat er gebeurt is die vrouw in het vliegtuig. Lange vlucht. Oké, vrouw van rond de 30. Ergens halverwege die vlucht besloot deze vrouw, misschien las je het. Deze vrouw besloot om haar baby de borst te geven. En ik wil hier graag benadrukken. Het was, voor zover ik kon nagaan, haar eigen baby. En het was inderdaad ook haar eigen borst. En dat is volgens mij het systeem dat we hebben afgesproken met z'n allen. Je hebt een baby. Je trekt een vacuüm. Niemand heeft last van. Dat is wat het is. Maar, wat er gebeurt is dit. Deze vrouw zit tijdens de vlucht. Althans, af de baby. Ja. Is er iemand anders in diezelfde vlucht? En die man had op, pas op, religieuze gronden bezwaar tegen een vrouw die haar eigen kind de borst gaf. Ik voel nu van alles, maar ja, het kan geen woede zijn. Ik heb geen idee wat het wel is. Die man had op religieuze gronden bezwaar tegen een vrouw die haar eigen kind de borst gaf. Wat gebeurt er tijdens die vlucht? Die meneer met zijn religieuze bezwaren gaat naar de purser. En die zegt tegen de purser, ik heb bezwaren tegen die vrouw met het kind aan de borst. Had die purser kunnen zeggen, nou, dan stap je toch lekker uit. Ja. Had ik gedaan, maar geen beleid. Wat die purser doet met zijn purserplakkertje, die gaat naar die vrouw toe. En die zegt letterlijk tegen die vrouw, u moet zichzelf en het kind volledig afdekken. Want iemand anders heeft hier last van. Voel je wat er gebeurt? Er kwam ophef. En toen zei de KLM letterlijk, wij van de KLM, wij willen dat alle passagiers een prettige vlucht kunnen hebben. Dat is beleid. Dat betekent, dames en heren, als u ooit zou vliegen met de KLM en u heeft ergens last van, dan dekken zij het voor u af. Dat opent wel bepaalde perspectieven. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik vlieg zelf zo min mogelijk. Maar als ik vlieg heb ik altijd vrij veel last van mensen die aan beide kanten van mij gaan zitten. Heb ik vrij veel last van. Met van die puntige ellebogen in mijn zij. Heb ik last van, hè? Ik heb last van alle kinderen boven de 30 decibel. Ik heb last van mensen die een kartonnen bakje eten krijgen en dan smak. En ik heb last van alle religieuze zeloten überhaupt. Dus mijn verzoek zou zijn, afdekken, allemaal prettige vlucht. Dank u wel. Dat is in principe wat het is. Oké. Omdat het een speciale avond is, doe ik een extra stukje woede. Ik doe dit nu 30 jaar. 30 jaar toer ik het hele land door, ik speel overal. En ik realiseer me op een bepaald moment tijdens deze tour het volgende. Wat ik doe is niet dapper. Ik doe het omdat ik het wil doen. Ik vind het leuk om te doen. Heel veel mensen willen het zien. Dat is fantastisch. Maar wat ik doe is niet dapper. In dit land kan je je uitspreken. Ik kan als cabaretier kan ik praten over het Koningshuis, over de regering, over politiek, over jullie, over mezelf, over de maatschappij. Maar wat ik doe is niet dapper. Ik loop geen enkel gevaar. Dat is wat ik zeg. Ja? Dat realiseer ik mij. Ja? Als je om je heen kijkt, zelfs in Europa. Kijk in Europa om je heen en denk eraan dat je in bepaalde landen cabaretier zou zijn. Dat is een ander verhaal, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja? Stel je voor dat ik dit werk zou doen in, weet ik wat, in Turkije. Ja? Ik denk dat ik gearresteerd ben voor ik halverwege de eerste geitenboerderij ben. Daar ben ik echt van overtuigd. Hè? En mocht er iemand van de Turkse geheime dienst aanwezig zijn, dit was natuurlijk een grapje. Ik zie alleen wel een aantal camera's staan. Ik hoop dat ze niet rechtstreeks met Ankara verbonden zijn. Wat mij om gaat is dit. Ik ben niet dapper, ik kan me uitspreken. Er zijn Europese landen waar het onmogelijk is wat ik doe. Kijk even wereldwijd. Moet je proberen om een cabaretier te zijn, weet ik veel. Denk aan Oost-Afrika. Ja, ik hou van Afrika. Ja? Er zijn in Oost-Afrika een aantal landen waar je als cabaretier je leven niet zeker bent. Moet je je voorstellen dat ik wel grapjes ga maken in Eritrea of in Ethiopië. Ja? Je bent echt in gevaar. Plus ja, al die politieagenten lopen de marathon in 2:04. Dat is gewoon tyfushard. Ja, dat is echt snel. En begrijp je wat ik bedoel? En dan ga ik praten over Oeganda. We zijn toch in de buurt, we zijn in Oeganda. In Oeganda heb je een man die je van naam kent, Museveni.
Museveni is de baas en Museveni is echt uniek. Museveni is namelijk een democratisch gekozen dictator. Fascinerend. Een democratisch gekozen dictator. Er zijn politici in Den Haag, die krijgen er echt een harde piemel van. Maar Thierry Baudet doen we straks. En, ja, zeker. Wat ik wou zeggen, een aantal mensen zit zich nu al te verheugen. Gaat nog even duren. Maar hij komt vanzelf, hij ligt nog in de kofferbak. Nou, wat ik wou zeggen is dit. U kent allemaal Oeganda, u kent misschien de naam Museveni, democratisch gekozen dictator. Maar er zijn ook mensen die hebben de durf om kritiek te hebben. En ik noem één naam, en ik ken haar ook niet. Zij heet Stella Nyanzi. Stella Nyanzi. Dat is een vrouw, die is criticus van het bewind van Museveni. Dat is dapper. En ze is niet alleen criticus, ze is ook nog een keiharde feministe. Dus een leuke avond is al bijna gegarandeerd. Nou, wat er gebeurt, Stella Nyanzi die durft zich uit te spreken. Ja? Op de social media. Ik doe één voorbeeld. Een paar maanden geleden schreef Stella op de socials naar de president: ik hoor dat je gisteren jarig was. En toen dacht ik oprecht, wat mooi is het zo vaak oneens ben, dat je dan toch even die hoogtijdag eruit haalt. Toch? Dus Stella schrijft: ik hoor dat je gisteren jarig was. Volgende zin: wat een misselijkmakende, walgelijke dag was dat. Dan voel je Stella is de woede nog niet helemaal kwijt. Gooi het eruit, meid. Maar dan de volgende zin. Ik denk wel eens, tegen de president, hè. Ik denk wel eens, dubbele punt. Had de zure pus in je moeders vervloekte vaginale kanaal jouw foetus maar verbrand. Zoals jij alle moraliteit in Oeganda hebt aangetast. Kijk, dat is woede. Daar kunnen wij wat mee, dames en heren. Dat is lekker, dat is lekker. Dan ben je maar lekker op gang, toch? Ik realiseer me op een bepaald moment, ik ben nu iets van 60, 70 voorstellingen onderweg. En ik realiseerde me tijdens het spelen dat ik geïnspireerd ben geraakt in de loop van dit jaar. Een aantal keren geïnspireerd geraakt. Soms door een uitspraak of een artikel dat ik las, maar ook door personen. En iemand die mij het meest heeft geïnspireerd, denk ik dit jaar, is de president van Oekraïne. En dat klinkt raar, maar de president van Oekraïne, die naam ken je denk ik, is Volodymyr Zelensky. En Volodymyr Zelensky heeft mij geïnspireerd. Hij werd dit voorjaar werd die president van Oekraïne, dat is op zich knap. Maar waarop mij inspireert is dit. Volodymyr Zelensky is eigenlijk een collega van mij. Hij is namelijk komiek, comedian, wij zouden zeggen cabaretier. Het is dus dit jaar gelukt aan een cabaretier, een comedian, om de president te worden van een serieus land. En u begrijpt, ik lees dat. En dan denk ik, dat opent natuurlijk wel bepaalde perspectieven. Voor collega's van mij. Toch? Het is dus mogelijk, zeg ik tegen jullie, om als cabaretier, als comedian, president te worden van een serieus land. Ja? Ik ga nog iets erbij vertellen, wat je misschien weet. Zelensky, Volodymyr Zelensky, is niet alleen een collega van mij, hij is ook een acteur. En zijn laatste rol in een tv-serie in Oekraïne was president van Oekraïne. Dat je denkt, dit verzin je, ik heb daar geen tijd voor. Hij speelde de president van Oekraïne. En drie maanden later, poef, was hij president van Oekraïne. Dus zo snel kan dat gaan. Dat jij bijvoorbeeld morgen je kind of je kleinkind naar de basisschool brengt, als die open is. Goed, je gaat naar de basisschool. Je komt het schoolplein op, staat er opeens die dikke van de luizenmoeder met die rare snor. Is opeens het hoofd van jouw school. Je schrikt in de tyfus, toch? Maar het kan wel gebeuren. Dames en heren. Volodymyr Zelensky is de president van Oekraïne. En de afgelopen weken en maanden heb je ook vrij veel beelden gezien van Zelensky. Hij hangt geregeld aan de telefoon met andere clowns. Oké. Wat er gebeurt is dit. Volodymyr Zelensky is president. Ik vind dat knap. En toen dacht ik, zou het in Nederland kunnen? Even oprecht, hè. Zou het in Nederland kunnen? Zou een cabaretier, waar we er veel van hebben, premier van dit land kunnen worden? En in eerste instantie is dit een retorische vraag. Dat is natuurlijk een woord dat ik in Bolsward niet gebruikt heb, maar hier durf ik het aan. Jullie hebben geen idee wat ik de rest van de tour allemaal over Gouda ga zeggen. Alleen maar liefde, hè? Alleen maar liefde en tandpasta en douchegaan. Wat mij om gaat is dit. Volodymyr Zelensky, ja? Weet je hoe het is geworden? Maar zou het in Nederland kunnen? Ik denk van niet. Ik denk in eerste instantie van niet. En ik zal uitleggen waarom. Volgens mij is dit een vrij goed georganiseerd land, Nederland, op veel gebied. We hebben duidelijke beroepsgroepen. Je hebt in Nederland politici, die kent u, politici van de Tweede Kamer, van de debatten, op tv leggen ze het uit, duidelijke groep. Je hebt mensen zoals ik, die kent u ook uit het theater, dat zijn cabaretiers, comedians, oké, duidelijke groep. En daartussen heb je volgens mij nog een groep in Nederland, en dat zijn de opinion leaders. De opinion leaders. Dat is een goed Nederlands woord voor iemand die uitlegt hoe het zit. En daar hebben wij behoefte aan. We hebben politici, dat is duidelijk. Je hebt mensen zoals ik, cabaretiers, dat is duidelijk. En daartussen heb je die groep opinion leaders. Dat zijn simpel gezegd mensen die s'avonds op tv aanschuiven om uit te leggen hoe het zit. En dat is van belang. Want jullie vinden het prettig als je de tv aanzet s'avonds, dat er een tafel in beeld komt. Dat vinden jullie prettig. Dat je denkt, nou, die heb ik thuis ook. Dat is prettig, toch? En dan aan die tafel schuift dan iemand aan en die legt ingewikkelde dingen uit. Toch? En dan krijg je, weet ik wat, Britt Dekker. Weet je wel.
over klimaatverandering. En Gerard Joling over vluchtelingenstromen. Dat soort... Toch? Of Peter R. de Vries over... Ja, alles eigenlijk als je erover nadenkt. En dan ga ik jullie iets vertellen over Peter R. de Vries. Ja? Wat ik niet wist, wat ik echt niet wist. Leuke vent. Ik ben Peter R. de Vries laatst tegengekomen. Ik zal het heel kort vertellen. Ik ging eten bij een vriendin. Ja, een kennis. Een vriendin. Die zei, Dolf, kom je bij mij eten? En als iemand eten zegt, ben ik al onderweg. Dus ik ga daar naartoe. Ik belde haar aan. Ik was nooit aan geweest. Ik bel aan. Ze doet open en ze zegt, Dolf, er eet nog iemand mee. Nou goed, ik zet me over die teleurstelling heen. En we gaan samen de trap op naar de living. Dat is Engels voor huiskamer. Ik kom die huiskamer binnen. Het is een maand of 6, 7 geleden. Ik kom die huiskamer binnen en ik verzin dit niet. Daar staat midden in de kamer Peter R. de Vries. Ik kan u verzekeren, dat is raar. Dat is raar. Dat je naar een ruimte binnenkomt en daar stond dus Peter R. de Vries. Maar zonder zo'n ding eromheen. Hij stond daar. Ik ben het nog aan het verwerken. Wat er gebeurt, daarom vertel ik het. Wij gaan aan tafel zitten met z'n drieën. En wat blijkt nou? Ik dacht, oh, Peter R. de Vries, grote mond, poppelopop. Peter R. de Vries is een leuke vent. Peter R. de Vries is een sympathieke man. Hij was in mij geïnteresseerd. Hij was niet arrogant. Hij had nergens een mening over. Hij liet mij aan het woord. En heel belangrijk, hij gaf mij het meeste eten. Vind ik een hele belangrijke eigenschap, ja? Mijn conclusie die ik met jullie deel. Peter R. de Vries is echt een sympathieke gozer. Mijn probleem is, ik heb hele harde grappen over hem. Maar die kan ik niet meer maken. Gewoon 5 minuten materiaal wat je kan wegflikkeren. Zo snel gaat het, hè? Dat is mijn werk. Ik begin te toeren begin september. En ik toer samen ook, even vertel ik, toer samen met de man die in de zaal zit. Dat is hoofdlicht, hoofdgeluid, hoofd van alles. Dat is Henk Post. En Henk Post is ook hoofddecor. Althans, dat hangt hij elke avond, hangt hij dat in. En dat doet hij echt op het hoogste als ze kunnen. En Henk wordt nu al uitgelachen zonder dat ik een grap over hem maak. Dit is echt een hele goede ontwikkeling, hè? Wat ik wou vertellen over het decor is dit. Ik heb dit jaar besloten om wat extra geld uit te geven om echt een kunstenaar in te huren voor het decor. In eerste instantie zei hij, we gaan een hele grote banaan aan de muur tapen. Ik zeg, nou, dat lijkt me echt een heel slecht idee. Dat is geen enkel. Nee. Dat gaat echt geen aandacht genereren. En dus dadelijk is het dit geworden. En ik leg het even uit. Dit is confetti van heel dichtbij. U bent net als alle andere zalen. Niemand heeft het herkend. Maakt helemaal niet uit. Ik krijg wel elke avond uit de zaal het verzoek. Wanneer ga je Twister doen? Dat is eigenlijk het enige wat het is. Maar goed. Gaat niet gebeuren. Wat ik wou vertellen is dit. Henk en ik beginnen de tour op 1 september. En de tweede en derde try-out speelden verderop in Den Haag. Pepijn, ken je natuurlijk Pepijn. Kleine zaal, hartstikke leuk op de try-out, ooit door Paul van Vliet bedacht. En dan, ik ga met de trein naar Den Haag en ik loop op 3 september, prachtige dag, loop ik in de richting van de Hofvijver en dan steek je door richting Pepijn. Mooie dag. Wat er gebeurt is dit, het is vroeg in de middag, 3 september, mooie dag. Ik loop langs die Hofvijver en terwijl ik daar loop, u bent even de Hofvijver, ik loop die kant op. In de verte komt mij een man tegemoet. Okay. Die man herken ik al op grote afstand, dat is namelijk Mark Rutte. En Mark Rutte is uw premier en voor zover ik weet ook de mijne. En Mark Rutte... Die loopt daar, voor de duidelijkheid, dat is Nederland, geen security, beveiliging. Hij loopt dan gewoon, Mark Rutte loopt met een mapje onder zijn arm. En die loopt naar de KNM, onderweg, naar zijn werk. Nee, hij loopt niet zo, maar had ik even zin in. Dus, pardon. Tweede balkon komt puur voor de moderne dans. Nou, dit was het. Dank je. Wat er gebeurt, ik loop door Den Haag, daar komt de premier aan. Oké. Okay. Nou moet ik één ding vertellen. U kent allemaal Mark Rutte, ik ook. Ik heb hem wel eens mogen interviewen. Okay. Maar wij kennen elkaar enigszins daarbuiten. Ik bedoel, ik ben niet bevriend met hem, maar we kennen elkaar enigszins. Ooit, een paar jaar geleden, was de Correspondence Dinner in Nederland. De Correspondence Dinner is eenmalig gehouden. En die avond was hij mijn voorprogramma. Dus dan heb je toch een soort van band opgebouwd. En okay. Wat er gebeurt is dit. Ik loop daar in de verte echt onbehoorlijk. En loopt Mark Rutte, de premier. En wat er gebeurt is, hij herkent mij. En zegt vanuit de verte, hey! Ja. Ja, dan kan je niet anders doen. Hey! En ik loop naar hem toe. Ik moet wel, ik ben een onderdaan. Dus ik loop naar hem toe. Wat ik doe, ik schud Mark Rutte de hand. Ik begin een gesprek. En hij... Want zo praat hij. En dat is wat het is. Mark Rutte is een leuke vent. Mark Rutte is een man die woont in Den Haag bij zijn moeder op zolder. En die heeft werk. Ik sta gewoon in Den Haag met Mark Rutte te praten. Het enige probleem is dat ja, hij 3, 4 maanden later zegt dat gesprek. Dan kan ik me absoluut... Precies. Nou, of wat ook kan, dat hij zegt... Ja, dat gesprek, daar was een ambtelijke notitie van. Maar die heeft Ank Bijleveld opgevreten. Dus die heb ik nooit gezien. Dus daar kan ik verder weinig over zeggen. Wat ik maar wil zeggen, dames en heren... Ook als je geen VVD'er bent, en dat kan ik me voorstellen... Ja, ik ga ervan uit dat jullie met de nieuwe burgemeester allemaal verplicht op het SGP moeten stemmen. Wat mij om gaat is dit. Mark Rutte is oprecht een leuke man. Hij is sympathiek, hij is enthousiast. Weet je wel, er is niks mis met Mark Rutte. Ja, leuke man. Het enige probleem is, ook dat materiaal kan ik dus wegflikkeren. Er blijft echt heel weinig over zo, hè. Ik ben echt blij met
Klaas Dijkhoff, dat mag je best weten. Ja. Ja, Klaas Dijkhoff lijkt mij echt een lul. En wij stonden vorige week in Eindhoven in de hele zaal die antwoordde... ja, dat klopt, dus dat is op zich wel wat het is, weet je wel. Klaas Dijkhoff. Nee, het is ook best ingewikkeld, weet je. Als je gewoon al heel veel verdient en er komen nog reiskosten bij... en onkostenvergoeding uitgesteld loon en wachtgeld. Dus gewoon heel veel, dat stapelt allemaal. Het is logisch dat je dat niet allemaal uit elkaar kan houden, toch? Dat schraap je gewoon binnen. Toch? Het leuke van Klaas Dijkhoff vind ik dat hij sinds 2 jaar een kledingadviseur heeft. En dat is echt van belang in de politiek. Vroeger was je gewoon politicus, had je een mening. Tegenwoordig heb je een imago en een kledingadviseur. Dat is belangrijk, toch? De ontwikkeling dit jaar is Rob Jetten zonder bril. Maar goed, wat ik wou zeggen... Ik sta hier echt alleen in, voel ik al. Klaas Dijkhoff, 2 jaar geleden een kledingadviseur. En die kledingadviseur zei, die zei tegen Klaas Dijkhoff... Jij moet een giletje. Jij moet een giletje. En sindsdien heeft Klaas Dijkhoff een giletje. Althans, hebben Klaas Dijkhoff met enige moeite... in een giletje getrokken, harde tepels. Ik zie een deel herkenning in de zaal. Een deel zoekt nog even naar een beeld. Klaas Dijkhoff in een giletje is een beetje een accountant in een paardenclub. Ik zie alweer iets meer herkenning. Een deel van de mensen kijkt me aan. Wat is dat dan weer? Een accountant is iemand die heel veel met getallen doet. Mooi, dan zijn we er weer. Je raakt geïnspireerd. En vanavond als deze ook. U bent met 800 mensen hier. En toen dacht ik op een paar moment... Dolf, vraag het gewoon. Stel dat jullie het voor het zeggen hebben. Ja, deze avond in Gouda. Stel dat jullie het voor het zeggen hebben. En waarom ook niet. Stel, wij besluiten... een cabaretier gaat dit land leiden. En waarom ook niet. Stel, Mark Rutte zegt... Ik ben zat. Mark Rutte zegt, ik heb er genoeg van. Ja? Mark Rutte zegt, ik stop ermee. Klaas Dijkhoff zegt, nou, dan kan je met mij meerijden. Kunnen we 2 keer reiskosten schrijven. Wat ik wou zeggen... Oké, ik vraag het jullie. 800 mensen. Welke cabaretier zou jij willen als leider van dit land? Ik hoor 3 verschillende mensen mijn naam noemen. Dat is echt waar. Ik heb ze wel verspreid. Nee, voor de duidelijkheid. Dit is de eerste keer dat ik überhaupt genoemd word. Ik ga dit zeker meenemen. Ik dank u hartelijk voor het vertrouwen. Maar nu even de andere 797 mensen. Welke cabaretier zou je willen als leider van dit land? Ik hoor daar Hans Sibbel. Die naam is mij onbekend. Ik heb geen idee. Hans... U bedoelt Lebbes? Oké. Nee, oké, dan noemen we hem hetzelfde. Maar je kan het ook samen. Wat zegt u? Je kan het ook samen. Ja, we kunnen het ook samen doen, maar dan hangt een prijskaartje aan. Dat gaat echt niet lukken, dat voel ik nou. Nee. Nee, maar als Sibbel, dat is Lebbes. Daar heb ik 17 jaar mee getoerd. En daarna is hij na langdurige intensieve therapie... is hij daar behoorlijk goed overheen gekomen. En ik vind het op zijn minst een hele interessante gedachte... dat Lebbes uw premier zou worden. Ik ken Lebbes natuurlijk iets beter dan jullie, dat lijkt me logisch. En ik realiseer me, als Lebbes premier wordt, dan krijg je een man in het torentje die de hele dag doet wat Lebbes het allerliefst de hele dag doet. Dus je krijgt een premier die de hele dag in zijn onderbroek loopt en als hij niet aan het vissen is, zit te rukken. Dat is in principe, ja. Dit zijn keiharde feiten en die grap mag je zelf maken. Goed, zijn er nog meer? Zijn er nog meer opties? Wie wilt u als leider? Brigitte Kaandorp hoor ik. Waarom Brigitte Kaandorp? Sorry, u zegt Kaandorp, u zegt dat is een vrouw. Dat is mij bekend, ja. Je hoeft me niet alles uit te leggen, dit wist ik wel. En waarom? Ik begrijp dat Gouda toe is aan een vrouwelijke premier. Het hoeft niet, jammer voor Lebbes. En waarom Kaandorp? Waarom Kaandorp? Omdat ze ontzettend geestig is. Ontzettend geestig. Is dat nou een veroordeling van het eerste half uur van mijn voorstelling? Of... Nee? Dat kan. Dat kan. En nu, ik vind het een goed idee, althans, ik heb geen mening. Het is moeilijk, jongen. Maar vindt u ontzettend geestig voldoende om dit land in de woelige tijden te leiden? U wel. Hartstikke goed. Ik schrijf haar op. Ik neem alle suggesties mee. Boven mag je gewoon meedoen, hè. Wie wil je als premier? Joep van het Hek. Joep vind ik een goed idee, dan stopt hij in elk geval met elke week dezelfde column in NRC. Zijn er nog meer? Zijn er nog meer? Ik ga heel weinig vrienden overhouden in het vak. Maar het was al zo. Lebbes was de laatste. Zijn er nog anderen die u wilt? U bent de baas, hè? Jochem Meijer. Mag ik vragen waarom Jochem Meijer? Wat zegt u? Die is ook geestig, ja. Maar het is een beetje je vrouw napraten hier, toch? Wat er gebeurt. Ik begrijp dat jullie, ja, gezien de afgelopen maanden een beetje uit elkaar zijn gaan zitten. Dat begrijp ik.
Maar is er nog een andere reden, los van dat ik Jochem echt heel hoog heb zitten? Maar is er nog een reden dat u Jochem specifiek wil? Lekker snel. Ah! Hij heeft twee vrouwen! Lekker snel. Dat is correct. Dat komt overigens wel door zijn medicatie. Dat moet ik er wel bij vertellen, ja. Ik hoor heel veel, vooral interessante ideeën. Heeft de tweede balkon nog iets in te brengen? Toon Hermans. Ja, u schrikt daarvan, maar in Haastrecht leeft hij nog gewoon. Dus dat, ja, is gewoon... Maar leuk dat u er bent. Voor de zekerheid, want ik moet het wel in de hand houden. Althans, proberen. Ik wil nog één of twee namen noemen als u het goed vindt. Hè? Dat ik heb zelf over nagedacht. Ik hoor echt goede suggesties. Wat zegt u? Oh, dank u wel. U denkt, hij haalt adem. Ik kom er nog even tussen. Ja, dat mag. Ja. Zo'n vrouw heb ik thuis ook. En door. Waarom Claudia? Want ik vind het een fucking goed idee. Waarom Claudia? Hele slimme vrouw, dat is me voldoende. En ik wil nog iets vertellen, ik ken Claudia al heel lang, nog van voor het theater. We hebben heel lang geleden samen radio gemaakt, zelfs tv, lang geleden. En Claudia is een slimme vrouw, een leuke vrouw. Sympathiek, slim, absoluut. En wat ik zelf persoonlijk ook een hele goede ontwikkeling zou vinden, als Claudia de Breij zo snel mogelijk uw premier zou worden, waar ik voor ben, zou dat natuurlijk betekenen dat ik op 31 december op NPO 1... Weet je wel. En dat zijn maar ideeën. Dat heel Nederland zit te kijken, wanneer gaat hij nou Twister doen? Dat lijkt me gewoon een hele goede ontwikkeling. Ik ga nog twee namen noemen. De ene is Herman Finkers. En ik vind het mooi dat ik hier een woord hoor. Ik zal uitleggen waarom ik Herman Finkers wil. Herman Finkers is een man op enige leeftijd. Heeft veel levenservaring, heeft veel meegemaakt. Heeft hij overleefd. Belangrijk. Hij komt overduidelijk niet uit de grachtengordel. Ja. Of uit de Randstad. Herman Finkers is religieus, maar zonder dat je er last van hebt. Vind ik persoonlijk heel prettig. En wat ik het allermooiste vind van Finkers, hij is poëtisch. Herman Finkers is een poëtisch man. En het idee dat wij in dit Europa, ja, met Hongarije en Polen en Roemenië en Malta en Turkije en binnenkort Engeland, dat wij in dit Europa, ja, een poëtische premier zouden hebben, dat is een signaal. Ja? Het idee dat premier Finkers gaat staan voor u, zijn volk, en niet met hele verklaringen. Nee, hij gaat gewoon staan en hij zegt, het stoplicht springt op rood. Het stoplicht blijft op rood. Dat rijmt niet zo, maar dat hoeft ook niet in Almelo. Kijk, dan voel je dat er iemand zijn hart uitstort. Ja? Ga ik nog één naam noemen? Ik weet zelf ook niet waarom, maar de jonge generatie mogen we niet vergeten. En als ik kijk naar de jonge generatie, dan pleit ik voor Peter Pannenkoek als premier. Voor de duidelijkheid, niet vanwege zijn inhoud, want die is er nauwelijks, maar het gaat erom. Peter Pannenkoek als premier lijkt me gewoon grappig. Vooral internationaal lijkt me dat gewoon heel leuk. Toch? Heb je een grote bijeenkomst? En dan komen even die wereldleiders binnen en dan staat er iemand iets speciaal aangesteld om ze aan te kondigen. En dan staat die man, and now, the leader of the Netherlands. Pieter Pancake. En dan komt gewoon Pieter Pancake op. Dan komt gewoon Pieter Pancake. And his beautiful wife, Petra Poffertje. En dan komt gewoon Petra Poffertje. Kom. Ik vind het echt fascinerend dat ik vanavond een aantal keren genoemd ben als mogelijke premier. Dat doet me echt veel. Ik zal u nu vast geruststellen, als ik het ga doen per 1 januari, dan ga ik het erbij doen. Ik ga het erbij doen. Daar bedoel ik eigenlijk mee, ik blijf gewoon 4 keer in de week optreden. 2 radioprogramma's, 3 columns, 12 keer trainen. Maar daarnaast wil ik best in het torentje kijken wat ik voor jullie kan betekenen. U bent ook welkom om langs te komen als je maar geen geel hesje draagt of met de trekker komt. Dat nou gaat. Ik weet niet of er agrariërs zijn, wat leuk is als je agrariër bent. Je kan de trekker overal dubbel zetten, want er is geen enkele wielklem die eromheen past. Het gaat mij erom. Het gaat mij erom dat ik nog geen premier ben, natuurlijk niet. Maar ik ga proberen u te overtuigen in de loop van de avond. Ik heb ook nog geen beleid. Ik heb wel gedachten. Ik wil even één gedachte met u delen om te kijken. U kent allemaal Schiphol, denk ik. Schiphol kennen we allemaal. En Schiphol, heel simpel gezegd, Schiphol is een luchthaven. Het is gewoon een feit. En dat ken je allemaal. Misschien ben je er wel eens geweest, je vakantie of zo. Dus Schiphol is een luchthaven en dat is een goedlopend bedrijf. En Schiphol is een feit. Het mooie van Schiphol, dat weet je ook. Schiphol gaat altijd door. Dat is het mooie van Schiphol. Schiphol gaat altijd door. Behalve als er aan een hele verre gate een piloot, de stagiaire, de knopjes moet uitleggen. Maar verder gaat Schiphol altijd door. Oké. Dat weet je, toch? Schiphol. Maar Schiphol is voor mij niet alleen een feit. Voor mij is Schiphol ook een symbool. En voor mij is Schiphol een symbool voor groei.
groei. Sinds wij er zijn, of je nou 15, 20 bent of 70, 80, maakt niet uit. Sinds wij er zijn, groeien we altijd. Alles groeit altijd. De economie groeit, hoera. En Schiphol, sinds dat in de Haarlemmermeer hebben neergeplemd, groeit altijd. Schiphol groeit altijd en is voor mij een symbool van de groei die je ziet om je heen. En jullie zijn een intelligente zaal. Iedereen weet, je kunt niet altijd groeien. Dat is onmogelijk, fysiek, kan niet. Maar tot nu toe is Schiphol er behoorlijk in geslaagd. En Schiphol wil maar één ding, doorgroeien. Soms minder meer, soms meer minder, maar altijd groeien. En ik heb het idee dat dat onmogelijk is. En dat is Schiphol. Groeit altijd. Toen dacht ik even, voor het geval ik premier word, hoe zit het? Hoe werkt het? Nou, simpel gezegd, je hebt een inspectie in Nederland. De inspectie leefbaarheid en transport. Dat is een inspectiedienst. En die inspecteren eigenlijk twee gebieden, namelijk leefbaarheid en transport. En nu kijk ik me nu aan, dat lijkt me wel duidelijk. Maar dat zijn ambtenaren, je kan het niet vaak genoeg uitleggen. Toch? Ze kunnen niet allemaal bij de Belastingdienst lopen lakken. Er moeten ook mensen bij andere diensten werken. Dus Schiphol groeit altijd en dan komt de inspectie die leeft uit het sport. Die gaan inspecteren en die hebben een normenhandhavingsstelsel. Dat is eigenlijk een stelsel waarmee je normen handhaaft. Afijn, wat er gebeurt. Stel, Schiphol overtreedt een keer de norm. Het is natuurlijk een fictief verhaal, want waarom zouden ze? Maar stel, Schiphol overtreedt een keer de norm. Dan komen die ambtenaren van de inspectie met een enorme handhavingsstelsel. En wat gaan die dan doen? Ik wist het ook niet, maar nu wel. Wat die gaan doen is anticiperend handhaven. Ik herhaal het gewoon. Anticiperend handhaven. Dat betekent in simpele taal, je constateert de overtreding. En daarna doe je niks. Een deel van u kent dit systeem. Maar ik word dan gek. Je zou ook tegen Schiphol kunnen roepen, hey, je overtreedt de norm. En zegt Schiphol, kan je niet horen? Tyfus zelf vliegtuigen, man. Ik hoor niks, oké? Schiphol overtreedt de norm elke dag en liefst 's nachts ook. Dan gaan ze anticiperend handhaven. Dat betekent je constateert de overtreding en daarna doe je niets. Dat is wat het is. Het schijnt dat de heer Benschop, toen hij nieuwe directeur werd van Schiphol en hoorde dat dit zijn systeem was, dat hij een dusdanige stukje opwinding genereerde, dat daar een erectie uit voorkwam, dat de omgeving dacht nieuwe verkeerstoren. Dit zijn... Sorry. Wat mij om gaat is, anticiperend handhaven betekent je constateert dat het misgaat en daarna doe je niks. En dat is het systeem. Ja, dan zou ik ook groeien. Stel je voor, oké, ik ken jullie allemaal, maar stel je hebt kinderen. Ik weet zeker dat velen van u kinderen hebben. Stel je voor dat je je kinderen opvoedt met het systeem van anticiperend handhaven. Dat betekent samengevat, je spreekt van alles af. Dit mag wel, dit mag niet, sola thuis, poppelepoppelepop, al die regels die je afspreekt. En jouw kind houdt zich nergens aan. Jij constateert de overtreding. En wat doe je daarna? Ik heb het idee dat in deze regio een vrij populaire manier van opvoeden is geworden. Dames en heren, ik laat u alles, hè. Maar het is niet verstandig. Het is niet verstandig, want even heel simpel gezegd. Ja, als jij je kind opvoedt met anticiperend handhaven, garandeer ik je dat jouw zoon, jouw dochter, binnen 24 uur met zo'n spuit heroïne in zijn arm naar Boer zoekt vrouw zit te kijken. Zo snel kan het gaan. En ik vind persoonlijk alle programma's van Yvonne Jaspers zonder heroïne niet te doen. Zo'n dingetje. Maar goed, u begint over drugs. Ik wil er best wat over zeggen. Er zijn denk ik afgelopen zomer twee dingen gebeurd op drugsgebied die van belang zijn. We zijn een liberaal land, je mag vrij veel, dus oké. Maar er zijn twee dingen gebeurd die toch van belang zijn, die wil ik noemen. Het ene was dat gebleken is dat op festivals in Nederland, op festivals, wordt heel veel drugs gebruikt. En ik had daar zelf echt geen idee van. Ik dacht echt dat mensen voor de muziek kwamen. Maar er wordt op festivals vrij veel drugs gebruikt. Dat komt overigens niet van mij. Dat komt van de heer Grapperhaus. Dat klinkt als een Duitse comedian, maar dat kan natuurlijk niet. Ik geef jullie de tijd, maar niet steeds. We moeten wel een beetje door. Meneer Grapperhaus heeft dat uitgevonden. Ik weet zelf niet hoe, maar goed, dat is het ene. Het andere wat me nog meer raakte, ook persoonlijk, is dat een aantal Nederlandse atleten, dat zijn leden van de Nederlandse atletiekploeg, die zijn van de zomer betrapt op het vervoeren, het smokkelen en het verhandelen van indrukwekkende hoeveelheden drugs. Dat weet u misschien. Ik begrijp het wel. Ik bedoel, als je een Nederlands atleet bent, dan moet je op de een of andere manier geld bijverdienen. Omdat je niet kan tennissen, dat begrijp ik wel. Maar ik weet niet of drugs smokkel de manier is. Ik bedoel, ik zou zelf niet overwegen om drugs te gaan smokkelen. Maar als u het overweegt, zou ik zeker niet een fel oranje trainingspak aantrekken met Team Holland op je rug. En toch dat op een bepaalde manier sommige douaniers ertoe brengt om even in de kofferbak te koeken. Maar goed, het is gebeurd. En ik wil voor de zekerheid, omdat we elkaar wat beter leren kennen, nu even een korte verklaring afleggen die echt van belang is. Het is een verklaring van mijn advocaten. Dank u wel. Namens Dolf Jansen,
willen wij als zijn juridisch team graag een aantal zaken duidelijk hebben. Dolph Jansen heeft de afgelopen 30 jaar op heel veel festivals rondgelopen. Gewerkt, gespeeld ook. Wij noemen Lowlands, bevrijdingsfestivals, Pinkpop, Paaspop, Werfpop, Appelpop, Paspop, Opblaaspop en Opperdepop, om er maar een paar te noemen. Daarnaast is onze cliënt ook atleet. En daarnaast ziet hij eruit als iemand die jaren van intensief heroïnegebruik heeft. Dit is echt onnodig, hè, wat er nu gebeurt. Ik sta hem hier heel kwetsbaar op te stellen. En jullie denken met 800 man, we gaan even lachen dat hij zijn eigen fucking decor verdwijnt. Gaat niet gebeuren, hè? Onze cliënt heeft zich nog nooit met drugshandel ingelaten. Nog nooit. Hij zou ook nooit kunnen dealen vanuit een tent. Want hij leidt aan ernstige kampeerangst. Daarnaast vindt onze cliënt drugs ook veel te veel gedoe. Dames en heren, gedoe. Wiet, bijvoorbeeld wiet, moet je zelf planten. Wiet moet je zelf water geven. Wiet moet je zelf bijhouden. Daarna mag je alleen de topjes gebruiken. En wat doe je dan met de rest voordat de zolder helemaal dichtgroeit? Niet dat het op zolder staat, maar stel. Cocaïne. Cocaïne is niks voor onze cliënt. Hij is namelijk dusdanig onhandig dat hij ongetwijfeld het naastliggende scheermesje in de lengte. Dat is niet verstandig. Speed. Speed lijkt ons in zijn geval zeer onverstandig. En ecstasy moet hij voor naar Brabant. Onze cliënt beperkt zich tot sinaspril, dames en heren. Sinaspril. Dat is een kruising tussen een pijnstiller en een fijne jeugdherinnering. Tot slot. Het feit dat onze cliënt in een woonark woonachtig is, betekent niet dat hij op geregelde basis met burgemeesterszoontjes andere arken betreedt om al daar met een neppistool en een brandblusser hun respectievelijke moeders de bloedpoep te bezorgen. Ik dank u wel. Dat is de verklaring die ik even met u wilde delen. Dank je wel. Ik realiseerde me toen ik de voorstelling maakte, ik ben een aantal keren geïnspireerd geraakt. Ik wil er nog eentje noemen. Dat is niet echt één persoon of een moment. Dat zijn een paar momenten. Er zijn een paar klimaatmarsen geweest in Nederland dit jaar. En de mooiste vond ik persoonlijk, die klimaatmars in Den Haag, die werd georganiseerd vanuit middelbare scholieren. Die gingen een dag klimaat staken, gingen ze naar Den Haag om te lopen, om te kijken wat ze kunnen redden. En ik vond dat fascinerend, omdat het gaat om die leeftijd, misschien je eigen kinderen, zo 15, 16, 17, een beetje die leeftijd. Die hebben het georganiseerd, die hebben het in elkaar gezet en die zijn gaan lopen voor het klimaat. En dat inspireerde mij echt. Ik bedoel, überhaupt, als je kinderen in die leeftijd hebt, dan weet je hoe ingewikkeld het is om die überhaupt in beweging te krijgen. Enfin, nu gingen ze dus met z'n allen naar Den Haag om daar te lopen. En dat betekent echt wat. Dat meen ik serieus. Dat betekent dat. Ja. Wat ik ook mooi vond, dat ze het zelf organiseerden. Dat ze ook hun eigen borden maakten om daarmee te lopen. Oké, klimaatmars. En wat er gebeurde, weet je ook. Er kwam veel reactie. Er waren vast mensen trots op hun kinderen, weet ik veel. Maar er kwam ook heel veel negatieve reactie. En de negatieve reactie tegen deze kids, die middelbare scholieren, die jongvolwassenen. Die negatieve reactie was eigenlijk, je bent veel te jong. Je hebt geen idee van het klimaat, je begrijpt er überhaupt niks van. Je wordt gestuurd door je ouders. Je wil alleen maar een dagje spijbelen. En na afloop ga je naar de McDonald's. Dat was het. En ik hoor inderdaad geen enkel inhoudelijk argument. Het is alleen een aanval op de persoon die daar loopt. Of de personen. Een beetje wat Greta Thunberg elke dag over zich heen krijgt. En Greta Thunberg, je kan ervan vinden wat je vindt. Ja, hoge tonen en emoties. Het is een meisje die op een paar moment zei, ik ga niet meer naar school. De wereld gaat dan onder. Ik moet net zo lang hier zitten en staken en dingen doen tot ik praat tegen de wereld. En dat doet ze nu. En wat krijgt Greta Thunberg over zich heen? Ze is een meisje, ze is veel te jong, ze heeft geen idee. Haar ouders zullen wel links zijn en ze is een autist. Hoor je wat er gebeurt? Geen enkel inhoudelijk argument, maar wel de persoon aanval. En wat mij om gaat, is dat die personen, misschien jouw kinderen, ja, die daar lopen met die borden, dat betekent wat. Ze zetten zich ergens voor in. En het mooiste vond ik dat ze hun eigen borden maken. Dat vond ik echt prachtig. Ik ben zelf van een andere generatie. Ik heb in de jaren 80 ook geregeld demonstraties gelopen. In mijn tijd was het zo, er kwamen heel veel mensen voor de demonstratie. Er was één heel groot spandoek, daar liep je achter. Je had geen idee wat erop stond, maar je was toch lekker een dagje uit. Dat is lekker, oké. Maar tegenwoordig niet meer. Want tegenwoordig maken ze hun eigen borden. En dat alleen al. Ja, het idee dat je s'avonds een bord gaat zitten maken met je vrienden en vriendinnen. Volgende dag pak je de trein en daarna gaan dan loop je. En ik ben echt geïnspireerd geraakt. Ik zag meisjes van 15, 16, 17. Er liep één meisje met een bord en zo'n grijns. Op haar bord stond, ride a dick, not a car. Ik ga die zin nog een keer herhalen, dat voel ik ook wel. Op haar bord stond, ride a dick, not a car. Dat is een pleidooi voor openbaar vervoer. Waar wij alleen maar blij van kunnen worden, dames en heren. Oké, de volgende.
Daar loopt nog een meisje, ook zo'n grijns. En die had een bord waarop stond, eat me, not the planet. Dat is Engels voor hou je bek en bef me. Dat zijn goede zinnen, man. Lekker met de meiden. Ja, toch? Het grappigste bord vond ik weer een meisje van de jaren 16. Ook zo'n grijns. Die liep met een bord waarop stond, the planet is hotter than my boyfriend. Dat vind ik al grappig. En hij liep ernaast. Ook feitelijk was het een hele correcte weergave van de situatie. Ja. Het zag er echt niet uit. Gewoon dumpen. Wat nou gaat... Wat mij nog gaat, is ze lopen en ze spreken zich uit, dat betekent wat. En wat er gebeurt, weet je ook. Wat er gebeurt, je hebt vrij veel mannen in Nederland, dat zijn mannen van zekere leeftijd. En die hebben een column in de krant, ja. En die schreven erover. En nogal wat van deze mannen van zekere leeftijd met die column schreven negatief over deze jongvolwassenen die daar liepen. En eigenlijk de argumenten die geen argumenten zijn die ik net noemde. Je bent te jong, je hebt geen idee, je wordt gestuurd door je ouders. GroenLinks, McDonald's. Geen inhoudelijk argument, maar wel, bam, deze mensen aanvallen. En toen dacht ik oprecht, waarom? Waarom? Je kan het oneens zijn, je kan met argumenten komen. Waarom val je die personen aan? Dan heb ik erover nagedacht, hoe realiseer ik me dit? Deze meiden stralen twee dingen uit. Eén, ik heb een mening. En twee, ik heb een seksleven. Inderdaad, precies de twee dingen die deze mannen zo graag nog zouden willen hebben. Precies. Dat heet jaloezie, dames en heren. Dat is wat het is. Het idee dat je de durf hebt om je uit te spreken. Het idee dat je op de een of andere manier gaat zien, hier sta ik voor, dat betekent wat. Ja, ik liep in Amsterdam, de klimaatmars. Ik loop naast een man van in de 30. Die had een tattoo op zijn bovenarm. Ja, daar stond letterlijk op, if not now, when? If not you, who? Daar kan je over nadenken. Dat gaat over jou, dat betekent wat. Ja, ik vind het mooi als mensen een manier vinden om te zeggen, mag ik vragen wat er op jouw shirt staat? Wat staat op jouw shirt? Er staat blauw op jouw shirt. Maar het is geen blauw shirt. Dus daar staat heel groot blauw, maar het is geen blauw shirt. En wat is de gedachte hierachter? Er zit hier een hele leuke vrouw met een shirt, met blauw, maar het is geen blauw shirt. Heb je ook een roze shirt waar roze op staat? Of dit is gewoon het enige shirt met deze op? Ik zal je vragen waarop ik vraag. Ik wil altijd, als ik iemand tegenkom, en dan zit je toevallig op de eerste rij. Het is, ja, wat voor kleur is het shirt? Het is een roze shirt en er staat blauw op. Oké, volstrekt duidelijk. Is zij kleurendoof? Niet dat je weet. Is het jou niet opgevallen? Daar kan ik voor alles bij invullen, maar dat gaan we niet doen. Ik zal je zeggen waarom ik het wil weten. Ik kon het eerst niet lezen, het staat blauw. Ik vind het leuk als iemand de moeite neemt om iets uit te dragen. Ik weet niet wat dit uitdraagt. De rest van de avond gaat dit in mijn hoofd spelen, dat weet ik nu al. Maar ik vind het mooi als iemand... Ik heb zelf shirts, er staan bijvoorbeeld tekst op van een liedje wat ik mooi vind, een gedicht. En dat draag ik uit. Dit vind ik mooi en dan kom je iemand tegen en dan heb je een gesprek. Weet je? Dit was niet echt een gesprek, maar het is gewoon een roze shirt waar blauw op staat. Oké, ga ik wat vertellen. Henk en ik zijn in september in Den Haag, de tweede dag. Ja? Ik loop dezelfde route als ik net vertelde. Ik loop dezelfde route langs de Hofvijver. En toen had ik de volgende gedachte. Er gaat mij vandaag niks overkomen wat zo'n goed verhaal oplevert dat ik het in december in Gouda ga vertellen. Die kans is minimaal. Maar toch, ik loop langs de Hofvijver. In de verte komt een vrouw mij tegemoet. Vrouw van, ik denk, 28. Mooie dag, t-shirt aan. En ik zag al vrij veel. Zij draagt een shirt met een tekst. En wat ik net doe, ik wil weten wat staat er op zo'n shirt. Dat is gewoon wat ik wil weten, ja? Ik hou ook van woorden, van poëzie, van tekst. Dus we komen steeds dichterbij en ik probeer te ontcijferen wat er staat op dit shirt van deze vrouw van, laten we zeggen, 28. Een deel van u voelt mijn dilemma toenemen. En dat is correct. Want ik wil oprecht weten wat daar... Mijn vraag aan jullie is, hoe lang mag je als man van mijn leeftijd naar het shirt van een vrouw van 28 kijken zonder dat je een hashtag om de oren krijgt? Laat ik het precies zeggen, is het toegestaan om het shirt even heel snel strak te trekken, om zeker... Okay. Jij bent zo blij dat de eerste rij vrij ver van me af zit. Maar wat om gaat, voor de duidelijkheid, ik heb dit niet gedaan, hè. Ik ben geen vieze oude man. Wat er gebeurde, ik loop door Den Haag en op het allerlaatste moment... kon ik het lezen. Wat er op haar shirt stond, daar vertel ik het, op haar shirt stond... Brains are the new tits. Ik wist dit ook niet. Ik loop door Den Haag. Mooie dag in september, leuke vrouw, 28. Pff, brains are the new tits. Fascinerend. Dat is een ontwikkeling die geheel aan mij voorbij was gegaan. Jezus. Ik vond een goed shirt, leuke uitspraak. Het enige probleem is natuurlijk als ik tegen zo'n vrouw zou zeggen... Zo, jij bent intelligent. Ja. Dan zit je als toch de hashtag MeToo aan, is wat ik bedoel. Ik realiseer op een bepaald moment, ik praat over de klimaatmars. Ik had heel veel materiaal wat ik wilde delen met de mensen. Toen ik begon in september ook heel veel over het klimaat. Toen voelde ik op een bepaald moment een bepaalde moeheid in de zaal. Wat ik logisch vind, mensen zijn klimaatmoe. Dat betekent, je krijgt zoveel erover te horen en te lezen. Je weet zelf niet zeker wat je eigen rol is. En je denkt van, nou, het zal wel. Dat is natuurlijk niet zo, maar ik begrijp het wel. Ik wil één ding vertellen wat mij persoonlijk raakt. Wat uiteindelijk ook raakt aan klimaat en al die onzin. Het gaat over bomen. Heel simpel, het gaat over bomen.
Elke boom die je ziet, ook in deze stad, weet je, als je richting de plassen gaat, kom je er meer tegen. Als je naar het bos gaat, nog meer. Elke boom die jij tegenkomt, is voor mij een boom. Het is gewoon een feit. Het is gewoon een stam, wortels, takken, bladeren, waaien eraf, komen er weer aan. Dus elke boom, van de kleinste boom in deze stad tot die immense bomen, te velen, weet ik veel, elke boom is een feit. Maar voor mij is elke boom die je tegenkomt, is een symbool. Elke boom die in dit land staat, is voor mij een symbool voor wat wij nog hebben. En dat mag je natuur noemen, of landschap, of milieu, maakt me niet uit. Maar elke boom die je tegenkomt, is volgens mij een symbool voor wat wij nog hebben. Dus die stam, wortels, takken, symbool. En als je zo kijkt, en dat doe ik, dan is mijn enige pleidooi, als ik al een pleidooi heb, hak geen boom om. Hak gewoon geen boom om. Elke boom is een symbool voor wat wij nog hebben. Dan zou ik zeggen, blijf daar vanaf, laat ze staan. Dat lijkt me van belang. Ik heb me dit jaar, ik weet eigenlijk niet waarom, wat meer verdiept in bomen. Ik ben zelf ook gekke bos, ik kom er graag. Elke boom betekent wat. En ik heb een paar dingen gelezen dit jaar. Ik wil er twee delen met jullie. Het ene is een boek van Richard Powers, dat is een roman. Richard Powers is een Amerikaanse schrijver. En die schreef een boek ongeveer een jaar geleden, The Overstory. En The Overstory vertaalt in Nederlands tot in de hemel. En dat gaat uiteindelijk over bomen. Het gaat over hoofdpersonen, 8 stuks. Die hebben allemaal iets met bomen. De een woont tussen de bomen. De ander onderzoekt ze, de ander beschermt ze. Maar allemaal hebben ze iets met bomen. En dat boek is een prachtige roman. Ik vind het een van de grootste schrijvers. Het hele boek, de hele verhalen gaat over bomen. En uiteindelijk leer je dingen, als ik wel, over bomen die ik niet wist. Dat interesseert me dan. Ja? Dan ga ik even verder lezen op internet. Ik heb een ander boek gevonden dat heet The Hidden Life of Trees. En The Hidden Life of Trees vertelt mij dingen over bomen waarvan ik denk dat jullie ze ook niet weten. Simpel gezegd, elke boom is die stam met die wortels en die takken. Maar als je bomen bij elkaar zet, heb je een bos. Bomen onderling kunnen communiceren. Bomen kunnen communiceren. Niet zoals wij, niet meer praten, natuurlijk niet. Maar bomen kunnen communiceren. Dus een bos wat jij binnenloopt is een levend organisme van tienduizenden, honderdduizenden bomen. En die communiceren. Hoe ze dat doen? Via de wortels, via de lucht, via kanalen die wij onmogelijk kunnen begrijpen. Maar bomen kunnen communiceren. Ja? Dus als er in een bos een boom ziek is, geven de andere bomen extra voeding aan die ene boom om die boom te helpen. Als er een boom wordt omgehakt, afgezaagd, afbrand, dan voelen alle andere bomen dat er een boom doodgaat. En u kijkt me nu aan, stuk voor stuk, met een blik die zegt, Dolf, wat voor paddenstoelen zaten er vanavond in de vegetarische scholen? Ik verzin dit niet. Bomen kunnen communiceren. Een bos is een levend organisme. Als je dat eenmaal weet, ja, ga je er anders naar kijken. Ik bedoel, als je eenmaal weet dat varkens levende wezens zijn die intelligent zijn, ga je ze toch niet met miljoenen tegelijk vergassen? Enfin, wat ik wou zeggen is dit. Bomen communiceren. Dat is wat er gebeurt. Ja, dat is belangrijk. En mijn pleidooi zou zijn, hak geen bomen om. Hak gewoon geen bomen om. Doe het gewoon niet. Ja? Als je in Nederland kijkt, in deze omgeving alleen al, in deze stad staan bomen, die zijn tientallen jaren oud. Dat weet je. Er staan bomen in Gouda die ouder zijn dan 30 jaar. Dat zijn dus bomen die er al stonden toen ik mijn eerste oudejaarsvoorstelling nog moest schrijven. Dat kan je niet voorstellen, toch? Kom je op de Veluwe, staan bomen van 100 jaar oud, een paar honderd jaar oud. Als je wereldwijd kijkt, wat ik gedaan heb, tref je bomen die duizenden jaren oud zijn. Er staan op deze aarde bomen die duizenden jaren oud zijn. Die bomen die stonden er al toen de Heer Jezus, nou, laat ik het anders zeggen, toen de eerste aflevering van The Passion nog moest worden uitgezonden. Dat zijn bomen. En daar hebben wij mee te maken. En dan zou ik zeggen, hak ze niet om. En dan kijken we nu aan, hakken wij bomen om. Wij hakken in dit land aan de lopende band bomen om. Ik heb tientallen voorbeelden. Ik zal er even één noemen. Ja, ik had het over Henk. Henk is mijn technicus. Henk die komt uit het oosten. Henk komt uit het gebied een beetje op de grens van de Achterhoek en Twente. Dus u mag met hem praten, maar korte zinnen. En Henk stuurde mij een filmpje uit de regio Ruurlo. Dat ligt daar ergens aan Ruurlo. Daar is een weg, zo'n typische Achterhoekweg, sinds kort verhard. Dat is een hartstikke mooie weg met aan beide zijden boom. Ja, en wat daar gebeurt, geregeld, mist er iemand de bocht en die boom die ramt tegen een boom. En wat hebben ze nu besloten in de regio? We gaan 600 eiken omhakken om de verkeersveiligheid te vergroten. Ik kan me niet voorstellen dat het gebeurt, maar het is een beslissing die genomen is. 600 eiken omhakken om de verkeersveiligheid te vergroten. Voel je wat er aan met je gebeurt? Of is het alleen maar mij? Ik zou zeggen, niet doen. Ik zou zeggen, ga op tijd van huis. Ja, ik zou zeggen, drink een keer niet of haal je rijbewijs. Gewoon kleine tips, ja? Mijn pleidooi zou zijn, hak geen boom. Simpel gezegd is het dit. Als je bomen omhakt, dan vernietig je het verleden en maak je de toekomst onmogelijk. Dus dat is mijn pleidooi. Hak geen bomen om. Dank je wel. Eén gedachte die ik mij realiseerde. Soms krijg ik wel kritiek of mensen die wat roepen en dan ben ik een bomenknuffelaar. Ik ben geen bomenknuffelaar. Maar ik realiseer me wel, het is een hele kleine stap van hashtag MeToo naar hashtag MeTree. We zijn toe aan een verhaaltje. En dat komt goed uit, want het ligt hier. Dit verhaaltje moet ik erbij vertellen. Dit verhaaltje speelt zich af voor de klimaatverandering.
Dus een jaar of drie geleden. En het is een verhaal over de klimaatverandering. En ik moet er ook bij vertellen, de hoofdpersoon in dit verhaal, wat zich 3 jaar geleden afspeelt, is mijn vrouw. Mijn vrouw is de hoofdpersoon. En ik heb soms zalen, als ik zeg mijn vrouw, dan voel ik een soort van golf van ongeloof door de zaal gaan. En die golf betekent, hoe ben jij er in godsnaam ingeslaagd? Dank u wel. Ja, goed, ik wil even persoonlijk zijn. Ik ben natuurlijk wat ouder. Ik ben uit de tijd van voor Tinder. Althans, ik zat al op Tinder, maar ik was echt de enige in die tijd. Dus ik heb mijn vrouw echt zelf moeten uitzoeken in de catalogus. En dat is gelukt. En ik ga er 1 ding over vertellen. Ik heb een hartstikke leuke vrouw. Ik heb een Friese vrouw. Ik heb een Friese vrouw. En misschien hoort u nu aan mijn stem, de emotie. Ik heb een Friese vrouw en dat is fantastisch. Ja? En wat is een Friese vrouw? Dat betekent, ze heeft een Friese uiterlijk. Ze heeft een Friese naam. Ze komt oorspronkelijk uit een Fries gebied. En ze is onderdeel van een Friese familie. Dus haar neef is met haar nicht gehuwd. Dat is een beetje de samenvatting van... En soms spreek ik wel eens mannen en die niet zeker weten of hun vrouw Fries is. Want dat weet je niet altijd. Soms veranderen ze van uiterlijk of van naam. Een simpele aanwijzing als je twijfelt of je vrouw Fries is. Als ze net voor ze klaarkomt schreeuwt... Eat get on! Dan kan je ervan uitgaan. Dat is er één. Maar goed, nu even terug naar mijn verhaal. Het verhaal speelt zich af 3 jaar geleden, bijna 3 jaar geleden. Het was januari. En ik moet erbij vertellen, het was een zaterdag. Waarom vertel ik het? Het was een zaterdag. U weet misschien dat ik elke zaterdag Spijkers met Koppen presenteer. Dat is een propagandaprogramma uit Utrecht vandaan. En dat doe ik samen met Felix Murders. En dat is weer de enige man die 100 jaar radio helemaal heeft meegemaakt. En wat er gebeurt is dit. Als ik in januari aan het werk ga, dan ben ik eerst thuis en eet ik een bak havermout. Echt een serieuze bak havermout. Echt dit. Maar goed, ik verbrand vrij veel. Dus tijdens Spijkers begin ik al... Ik kan er niet eten. Ik kan misschien 1 banaantje wegproppen. Dus om 2 uur heb ik honger. Maar januari speel ik niet. Dan heb ik een tour op zitten en dan ga ik naar huis. Dus voor 3 uur ben ik thuis. Enfin. Dus ik kom, januari, 3 jaar geleden, ik kom thuis. Ik woon aan het water. En het was een prachtige week. Het was al zeker 10 dagen had het gevroren. Echt serieus gevroren. En die dag was blauwe lucht, felle zon, -6. Prachtige dag. En ik woon aan het water. Dus ik kom thuis en er werd, dat begrijpt u, gezwierd. Er werd gezwierd. Dus ik kom thuis, ik kijk naar dat grote raam. En u begrijpt, ook mijn vrouw was aan het zwieren. Want zij is Fries en dan staat het in je cao. Dan is het verplicht, dan moet je gewoon zwieren anders. Oké. Ik kom thuis. Ik kijk naar het raam, ik zie mijn vrouw zwieren. Ik heb niet geklopt, ik heb haar niet geroepen. Ik heb alleen gekeken met liefde in mijn hart. En toch voelde ze dat. Want ik draai me om, ik denk naar de keuken. Ik hoor klonk. Dat is het geluid. Ik doe het nog 1 keer. Klonk. Het geluid van haar voorhoofd op de ijsvloer. Ik voelde liefde. Mijn eerste gedachte was, nou ja, Friese vrouw, hard hoofd, wat kan je gebeuren? Maar in dit geval was het serieus. Mijn vrouw draait zich naar mij toe en het bloed spoot eruit, dames en heren. Het bloed spoot eruit. Ze had echt een overduidelijke wond. U kijkt me aan, waar dan? In Oudekerk aan de Amstel. Dus... En hier. Mijn vrouw had een wond op een plek... Als ik haar geslagen zou hebben, zou het precies de plek in mijn zegelring, haar wenkbrauw, zou hebben gespleten. Maar daar was geen sprake van. Ik zet mijn vrouw neer, bloed spuit eruit, ik pak een doek om het te stelpen. En we voelden alle twee, er is behoefte aan medische hulp. Dus ik bel de huisarts. Ik bel de huisarts, maar u weet allemaal, als je de huisarts belt, dan is hij niet beschikbaar. Wegens vrije dag, bijscholing of 18 uur aan een stuk... de administratie bijhouden voor de fascisten van de ziektekostenverzekering. Ik had laatst zonder dat ik het wist 40 man van een ziektekostenverzekeraar in de zaal zitten. En die waren woedend, want het is maar 14 uur. Oké, neem ik hem terug. Wat mij om gaat is dit. De huisarts is niet beschikbaar, dan moet je dus naar, wist ik ook niet, de huisartsen spoedpost. De huisartsen spoedpost, dat is een afdeling van het ziekenhuis. Daar werken huisartsen met haast en dan kan je je melden. Oké. Wij reizen af naar Amstelveen, ziekenhuis Amstelveen. We komen eraan, ik ondersteun mijn vrouw. En voor het ziekenhuis bij de hoofdingang staat een man en die staat te roken. Wat je doet voor de hoofdingang van een ziekenhuis. Die man staat lekker te roken, maar ondanks dat herkent hij mij. Dat komt vaker voor, maar goed, deze man herkent mij. En die kijkt mij aan en die roept letterlijk... Hey, Dolphy, hoe is het? Ik antwoord, ik denk naar waarheid. Wat denk je zelf, vriend? Ik sta met een heftig bloedende vrouw bij de huisartsen spoedpost. Iedereen kijkt naar mij of ik haar gebeukt heb. Ik heb sinds mijn ontbijt precies 1 banaantje weggepropt. Het is 4:15 zaterdagmiddag. Hoe denk je dat het gaat? Hij antwoordt, te gek man, wanneer kom je weer op tv? Dat is mijn leven in 4 regels. Dames en heren,
Wij gaan door de rookwolk, wij gaan naar binnen. Wij komen bij de huisarts. Het voetbalstoeltje komt eerst in de wachtruimte. U kent de wachtruimte, een beetje de helft van dit podium. Ik zit in de wachtruimte en ik moet gelijk vertellen, een kakofonie. Het was een kakofonie. Er waren heel veel huilende kinderen die allemaal klonk op het ijs waren gestuiterd. Er stonden heel veel papa's omheen die net als ik uitstraalden. Was er niet? En aan de muur van de wachtruimte, dat ken je misschien, hing een scherm. En ik vind dat een goed idee. Je wachtruimte, medische zorg, toch een stukje spanning. Dan doe je een scherm aan de muur. Beetje afleiding, misschien wat videoclips of wat natuurbeelden aangeboden door de evangelische omroep. Maar nee, wat ze hier deden in Amstelveen was medische dingetjes, info en tips. En het gekke is, je gaat toch kijken? Je gaat toch kijken. Dus ik kreeg allergieën, kreeg ik over me heen. Bloedafwijkingen, depressie, slijmvliezen van heel dichtbij, stukje onderverzekering en huidziektes in meer kleuren dan er in mijn decor voorhanden zijn. En toen, ik lieg dit niet, toen kwamen er tips tegen griep. Ja, ga je toch lezen? Tip 1. Blijf zo mogelijk weg uit kleine ruimtes met mensen met een wankele gezondheid. Ik schreeuw tegen dat scherm, te laat, te laat. Een aantal kinderen begon nog veel harder te huilen. Mijn vrouw naast mij begroef zich in de elegance. En de dame achter de balie, die keek naar mij of ik niet beter naar de crisisopvang kon gaan. Maar ik zag die blik en ik herkende die blik. En toen besloot ik om deze vrouw geruststellend toe te glimlachen. Ik kan u verzekeren, dames en heren, als je eruit ziet zoals ik, met ernstig ingevallen wangen, een bebloede theedoek in je hand en beslagen brillenglazen, en je gaat iemand geruststellend toeglimlachen, dan weet ze zeker dat je naar de crisisopvang moet. Maar ik werd gered, niet door de gong, maar door de deur. Er ging een deur open, u bent even de deur gaat open. En opeens staat daar in de deuropening, ik kan niets anders zeggen, een forse vrouw. Er staat een forse vrouw in de deuropening. En die vrouw die zegt geen naam of een nummertje. Die vrouw wijst op mij en doet zo. Jij! Hard hè? Jij! Later realiseer ik me, ik vind het wel prettig bij een vrouw. Luid, to the point en angstaanjagend. Vind ik een hele fijne combinatie. Ik zal het u uitleggen. Deze vrouw was de arts. En andersom was dat ook zo. Ja. Ik neem mijn vrouw mee de behandelruimte binnen. Want dat was de behandelruimte. En wat er gebeurt is dit. Ik kom met mijn vrouw. Heftig bloedend. Die arts kijkt naar mijn vrouw en zegt letterlijk. Ah, lekker. Een wondje. Letterlijk, hè. Ah, lekker. Een wondje. Ik kijk naar haar zoals u naar mij kijkt. Huh? En toen zegt ze ter verklaring, ja, de hele dag heb ik van die hoesters. Gek word je ervan. Dat vind ik grappig. Je bent spoedarts. De hele dag... dat je denkt, hey, neem een strepsil, flikker uit mijn leven. Ja, toch? Deze vrouw had zin om eens even lekker te hechten. Ik realiseer me, je zal maar solliciteren bij een serieus ziekenhuis als chirurg. Je hebt het hele gesprek achter de rug. Vraagt de commissie, moeten wij nog iets van u weten? Ja, ik lijd aan hechtingsangst. Nou, flikker uit mijn leven van, nou ja... Dames en heren, deze vrouw had zin om eens even lekker te hechten. En ik ga je vertellen wat er gebeurt. Binnen 10 minuten had mijn vrouw een nieuwe wenkbrauw. Echt wel, binnen 10 minuten nieuwe wenkbrauw. Eén klein dingetje. En sindsdien kan mijn vrouw haar wenkbrauw niet meer optrekken. Dat is niet meer mogelijk. Ik vind dat zelf een hele positieve ontwikkeling, moet ik u wel vertellen. Normaal bij alles wat ik zeg, trekt ze de wenkbrauw op. Nee, dat kan niet meer. Ik vind het echt een win-win situatie, dames en heren. Maar ik heb zojuist besloten om een zin te gaan zeggen waarvan ik denk dat een behoorlijk deel van u de wenkbrauwen gaat optrekken. Misschien iedereen wel, als u daar fysiek toe in staat bent. De zin die ik ga zeggen luidt, Thierry Baudet heeft gelijk. Dat is de zin. Voor de zekerheid, ook voor deze kant nog een keer. Thierry Baudet heeft gelijk. En u bent met 800 mensen hier. Ik weet zeker dat een deel van u, ik denk een klein deel, maar dat weet ik niet, denkt, ja, klopt. Ik weet zeker dat een deel van u echt wordt geraakt door Thierry Baudet. Met zijn uitstraling, met zijn pak, met zijn haar. Ik weet zeker dat een deel van u denkt, ja, Thierry Baudet heeft gelijk. Daarom vind ik hem zo tof. Maar ik schat ook in dat een behoorlijk deel van u denkt, nou, Thierry Baudet heeft gelijk, dat is wel heel bout gesteld. Maar voor de duidelijkheid, ik bedoel, Thierry Baudet heeft altijd gelijk. En ik ga het u uitleggen, want dat is wel nodig, voel ik. Thierry Baudet heeft altijd gelijk, heel simpel gezegd, het systeem is als volgt. Als Thierry Baudet iets zegt, is het waar, omdat hij het zegt. Dat is het systeem wat ze hebben ontwikkeld. Alles wat Thierry zegt is waar, puur omdat hij het zegt. En dat is een vrij succesvol systeem gebleken.
Alles wat Thierry zegt is waar. En zijn hele omgeving vindt ook, ja, Thierry heeft altijd gelijk. Dat is Thierry, toch? Dus alles is waar. En zo werkt het. U kijkt me nu aan, zo werkt het niet in de realiteit. En dat klopt, maar ik heb het over Forum voor Democratie. En daar is dit een vrij goed werkend model. Dus alles wat Thierry zegt is waar, omdat hij het zegt. Als je binnen de partij kritiek hebt, word je eruit geflikkerd en van fraude beschuldigd. En als je buiten de partij kritiek hebt, dan ben je aan het demoniseren. En als je met veel bent, ben je een kartel. Voel je wat er gebeurt? Het werkt, hè? Alles wat Thierry zegt is waar, omdat hij het zegt. En laten we eerlijk zijn, hij zegt vrij veel. Er is niemand die de afgelopen 2 jaar zo vaak op tv was om leeg te lopen als Thierry Baudet. Dat is wat het is. En ik heb het allemaal gevolgd. Voor jullie, hè? Al 2 jaar lang volg ik Thierry Baudet. Alles wat hij zegt. Ja, alle essays, alle interviews, alles. Dat is fascinerend. Want stel, je kijkt tv en Thierry Baudet komt erop. Stel, oké, je kan niet weg, je zit vastgebonden, balletje in je mond, Thierry Baudet. Oké, dan ga ik... Dat is een hele rare fantasie. Maar stel, ik heb het voor jullie gedaan, hè? Thierry komt op tv, weet je wel, en dan begint hij 1000 miljard. En je denkt, oh, veel geld, 1000 miljard. En daarna kan hij alle kanten op. Je hebt geen idee waar hij heen gaat. Kan alle kanten op. Een verdraaid verleden, een toekomst die niet bestaat. Egyptische piramides, afzichtelijke architectuur, de NPO, de cultuur. En de uil van Minerva vliegt boven je hoofd en schuift een dikke drol op je kop. En dan is hij alweer weg. Maar alles is waar omdat Thierry het zegt en het blijkt te werken. Het is eigenlijk een kruising tussen een politieke beweging en ja, vrij ernstig narcisme. Maar het werkt wel. En hij kan alles zeggen. En hij komt ermee weg. Ja? Omdat hij het simpel houdt en dingen zegt die je wil horen. Ja. Dan kom je ver mee. Mijn probleem is dit. Soms gaat hij echt te ver. Soms gaat het echt te ver. Dan zegt hij iets als... Eigenlijk moeten alle vrouwen met de benen wijd om de vulva in te zetten voor de boreale samenleving. No, Thierry. Toch? En wat zegt hij dan? Dat was een grapje. Of dat is helemaal niet helemaal waar. Dan zegt hij, dat was ironie. Ironie is humor voor mensen met een hoge opleiding. Dat is wat anders. En dan komt hij ermee weg. En dan zou je zeggen, wat is jouw probleem, Dolf? Zal ik heel kort uiteenzetten. Mijn probleem is dat er mensen zijn die alles wat hij zegt serieus nemen. Ook als hij praat over de boreale samenleving en over vrouwen. Ook als hij dingen, weet ik veel wat. Kijk, het plakkaat van verlating en de vrede van Münster door elkaar halen. Dat kan ons allemaal gebeuren. Maar hij lult maar wat en hij komt ermee weg. En er zijn mensen, ik zeg niet hier in deze zaal. Maar er zijn mensen die alles serieus nemen wat Thierry zegt, omdat het Thierry is. Ja? En dat vind ik gevaarlijk. Dat zijn dezelfde mensen die Robert Jensen eigenlijk best wel een goede interviewer vinden. Jazeker, dat zijn dezelfde mensen die Lange Frans eigenlijk best wel een goede rapper vinden. En het zijn dezelfde mensen die denken dat Jochem Meijer echt ADHD heeft. Terwijl ik weet dat hij elke middag om 5 uur een pilletje slikt om 's avonds lekker druk te zijn. Dat is wat het is. En ik vind het goed dat Jochem Meijer uw premier wordt. Maar dan pleit ik voor Bert Visser als vicepremier. Dan zeg ik... Ja? Dat jullie naar mij komen voor een rustige avond. Dat lijkt me een hele... Mijn probleem is, het gebeurt overal. Overal duiken mannen in pakken op die eruit zien alsof ze het weten. Het zit zo en zo en zo. Jij hoeft niet meer na te denken, schatje. En het gebeurt. En ze leiden de aandacht af met een rare haardos, een rode stropdas of een lavendelzakje. En ze komen ermee weg. En dat doet mij wat. Kijk, in Engeland. Heb je gezien wat er de afgelopen week in Engeland gebeurd is? Daar is op de een of andere manier Boris Johnson gewoon premier geworden. Boris Johnson. Heb je hem wel eens horen praten? Boris Johnson klinkt als Ivo Opstelten met 1 les Engels. Dat is wat... Je hebt geen idee. Je hebt geen idee. Allemaal kinderen eromheen. Merendeel van hem. Het maakt niet uit. Hij komt ermee weg. Daarvoor hadden ze Theresa May, die verloor zoveel. Die was het PSV van de Britse politiek. En toen kreeg je Boris Johnson. Heb je het gevolgd? Ik wel. Het ging om de Brexit. Misschien dat je dat een beetje hebt meegekregen. Dit jaar ging om de Brexit. Dankjewel. Het eerste woord wat jij herkent. Lekker dat je er bent. Waarom gaat de Brexit? Oké, normaal gesproken bij een politieke beslissing heb je een stemming. Dat is het of ja of nee. Toch? Het is of zwart of wit of A of B. En dan heb je een uitslag. Dat is wat het is. Bij Brexit werkt dat niet zo, dames en heren. Ik heb dit jaar alle stemmingen van de Brexit gevolgd. Het werkt niet zo. Je hebt namelijk wel Brexit, geen Brexit, beetje Brexit, harde Brexit, zachte Brexit, bedden Brexit. Je hebt heel veel varianten. Ja? Sorry, daartussendoor. Daartussendoor heb je die man met die hersenbloeding. Oh, daar. En dan moeten ze nog beginnen met stemmen. Het probleem met Brexit is, oké, op papa wordt er gestemd en dan zie je... Eigenlijk is Brexit net als cricket. Je ziet de uitslag, maar je hebt geen idee wie er gewonnen heeft. Dat is eigenlijk wat het is, toch? Ondertussen... Heb je aan de overkant van de oceaan heb je er ook een. Ik denk dat ze in Engeland dachten, aan de overkant van de oceaan hebben ze een volslagen idioot met raar haar. Dat willen wij ook. Nou, dat begrijp ik. Maar ik ga hem niet eens noemen, ik noem zijn dochter. De dochter heet Ivanka, dames en heren. Misschien dat u weet over wie ik het heb. Ivanka Trump is de dochter van. En puur om die reden liep zij in maart van dit jaar rond op de G20-top.
Dat is de top van de wereld. Die bepalen alles over jouw leven, over de economie. Dat is alleen maar wereldleiders. En opeens tippelt daar... Dit is echt de beste Ivanka die ik heb, hè. Opeens tippelt daar Ivanka Trump binnen. Op de fucking G20. Ivanka had een beetje de uitstraling van Gert-Jan Segers in een darkroom. Mag ik het zo zeggen? Zo van, niet weten wat er gebeurt, maar wel heel geïnteresseerd. Een beetje dat. Zo. Nou, wat mij om gaat... Wat mij om gaat... Oké. Ik ga die voorstelling maken. Je verzamelt materiaal en gedachten. Ik begin in september. Ik ga spelen. Ik zeg op papa na twee voorstellingen tegen Henk. Ik zeg, als ik al mijn Donald Trump materiaal doe, zijn we elke nacht om 2:30 thuis. En dat 80 voorstellingen achter elkaar. Nou, dat bleek niet te kunnen, want Henk moet voor 12 in de kliniek terug zijn. Dus hebben we niet gedaan. Oké, ik zal één hoogtepuntje uit het oeuvre van Trump pakken. Dat was een maand of 2,5 geleden. En Donald Trump wordt wakker onder zijn Mickey Mouse dekbed. Althans, daar ga ik vanuit. En Donald Trump wordt wakker. En zijn eerste gedachte is, ik wil Groenland. Nou, ja. Daar kan je om lachen, maar ik vind het een hele logische gedachte. Je wordt allemaal wel eens wakker dat je denkt, had ik maar een eiland. Toch? Dus Donald Trump wordt wakker en de eerste gedachte is, ik wil Groenland. Nou, je bent de president van de Verenigde Staten. Dus hij belt met de Denen. Want van hun is het. Groenland. Mensen vroegen achteraf, waarom Groenland? Ik denk zelf, het staat vrij groot op de kaart. Dus hij kon het lezen. Dat lijkt me 1. En 2, de kleur staat leuk bij zijn das. Dus Donald Trump, die zegt tegen de Denen, letterlijk. Hij zegt, hallo mijn Donald, doe mij Groenland. Wat doen die Denen? Die Denen zeggen nee en die hangen op. Ik herhaal. Die Denen zeggen nee en die hangen op. En die beginnen haring te proppen. Wat dat doen Denen? Maar, voelt u de teleurstelling met Donald Trump? Ik wel. Toen zat ik te denken, kunnen wij hem Urk niet geven? Urk, is dat geen idee? God? Urk. Maar, dan zeggen we erbij, it's the best Urk, the biggest Urk, and the most beautiful Urk you ever saw. Ja, en dan krijgt die Emmeloord als bonus gewoon. Ik heb een paar oja-beelden. Dat is een woord dat niet bestaat, maar voor mij wel. Oja-beelden zijn dingen die ik dit jaar zag. Soms een foto, soms een filmpje. En oja-beelden, als het eind december is, dan moet ik ze met jullie delen. En er zitten beelden bij waarvan jij ook zult denken, oh ja, ik ga er een paar noemen. Eén heeft hiermee te maken, wat ik net zei, het ergste beeld van dit jaar. Het ergste beeld van dit jaar is Oscar en Valeria Martinez. Oscar en Valeria Martinez, een vader en een dochter, die met hun hoofd in de modder van de Rio Grande liggen, omdat ze het net niet gered hebben. Ze kwamen uit een van die landen die door drugs en shit omhoog zijn geworden. Proberen in Amerika te komen voor iets van leven en vrijheid. En ze hebben het net niet gered. Denk aan je eigen gezin, aan je eigen dochter. Papa en dochter liggen met hun hoofd in de modder van de Rio Grande. Hebben het net niet gered. En verder op de golfbaan staat Donald Trump te oreren over een muur die gebouwd moet worden, omdat iedereen uit Midden-Amerika illegaal is en een boef, een verkrachter, een bendelid. Dat is een beeld dat je niet mag vergeten, vind ik. Er zit geen enkele grap aan vast, maar het is wel een oja-beeld. Oscar en Valeria en Martinez. Er zijn beelden die je raken. En soms op een andere manier dan je verwacht. Ik ga er nog één noemen. De Notre Dame. U kent allemaal de Notre Dame. Je bent er vast wel eens geweest. Misschien wel een selfie van jezelf met de Notre Dame, weet ik veel. Waarom ik het zeg is natuurlijk dat dit jaar de Notre Dame in brand stond. En als je dat ziet, je zet de tv aan en bam, je ziet de Notre Dame die je kent. Misschien ben je er geweest en pff, vlammen slaan eruit, toch? Jezus. Dat is echt een beeld dat je niet mag vergeten, denk ik. Notre Dame, belangrijke kerk. En het enige wat mij persoonlijk opviel aan de hele situatie, was dat Gerry Eikhof opvallend snel ter plekke was. En ik ga niemand hier beschuldigen, maar hij was er wel heel snel, toch? Dat je nauwelijks had verwerkt, wat de fuck is er aan de hand? En Gerry stond er al. In zijn beige jas. En ik zeg niet. Ik zeg niet dat de eerste reportage van Gerry begon met elk moment kan achter mij de Notre Dame. Nee. Nee, dat maken jullie ervan. Maar het was er wel heel snel, toch? Het valt mij al 30 jaar op. Als Gerry ergens naartoe gaat, binnen 10 minuten de tyfus breekt uit. Modderstromen, aardbevingen, revolutie, Notre Dame, vlammen slaan eruit. 2-3 maanden geleden, Gerry had een week vrij. Hij gaat naar Drenthe. Ze moesten in Ruinerwold de mensen uit de kelder trekken, dames en heren. Dat is wat het is. Wel waar. Maar wat ik mooi vond, de boel zit in de hens, Fransen schrikken. En binnen een week, oftewel een snel, hadden ze zoveel geld bij elkaar dat ze de hele Notre Dame konden herbouwen. Nee, nog mooier, ze hadden zoveel geld bij elkaar in Frankrijk dat ze de hele Notre Dame 6 keer konden herbouwen. Ja, en er was nog geld over om er een Formule 1 circuit omheen te leggen. U kijkt me nu aan, dit is een heel slecht idee. Dan kan ik u vertellen, ik heb een nog veel slechter idee.
Ongeveer een jaar geleden was er iemand in Nederland die zei... is er niet ergens een dorpje in de duinen waar we iets groots kunnen organiseren? Gewoon fuck de regen. Laten we gewoon kijken wat we kunnen doen. En die vriend van hem zei, nee, gaan we niet doen. Ja, we gaan kijken wat we kunnen doen. Die vriend zei, dat kan je niet doen. Ja, zei, dan gaan we gewoon 350.000 mensen begin mei daar naartoe lokken. En die vriend zei, dat kan niet. Er is een tweebaans weg en een stoptrein zonder wc's. Ja, we gaan het gewoon doen, zei hij. Ik bel Jan Lammers, bel jij die bril met die prins eraan vast. Nog een OJA-beeld. Wat mij betreft, het mooiste OJA-beeld begint hier. Op het asfalt van Wenen op een vroege zaterdagochtend. Er komt een man aan, gelopen in een onwaarschijnlijk hoog tempo. En die man legt de laatste honderden meters af. Hij doet zo om de mensen te bedanken. Hij doet zo en hij wijst op de klok. En hij finisht de marathonafstand in 1:59:40. 42 kilometer ruim in 1:59:40. Eliud Kipchoge is, ik denk, de grootste atleet ooit. En je hebt het gezien en ik heb het gezien en ik had tranen in mijn ogen. Ik bedoel, ik heb heel veel respect voor jullie hier in Gouda. Maar 1:59:40, voor de meeste van u zou het op de brommer een hele prestatie zijn. Mag ik het zo samenvatten? Doe ik er nog een. Wat ik persoonlijk het allergrappigste OJA-beeld vond, het allergrappigste, was de file op de Mount Everest. Dat vond ik zelf heel grappig. Als je dat gezien hebt, dan stond een man of 15 allemaal te wachten tot ze naar de top komen. Ja? Allemaal bevertypes, althans, dure kleren en koud. En die stonden met z'n allen in de file voor de Mount Everest. Ja? Sommigen werden niet goed, maar die werden weggeleid. Maar de meesten konden gewoon blijven staan. En die toch fascinerend. Ik vond het, wat mijn idee is om volgend jaar, we zijn er bijna, daar naartoe te sturen. Dat lijkt me een grappig idee. Gewoon 15 speciaal geselecteerde maxbejaarden. Dat ze dan met z'n allen in de file staan. Toch? En op een paar moment zeggen de Sherpa's, ja, het is 5 uur. De pandanrijst is gaar, wij gaan naar beneden. En dan sta je met volledige bepakking. En dan mogen ze een jaar later mogen ze weer op tv bij de groeten van Max. Om te klagen. Ja, dan kunnen ze klagen. Ja, het was heel slecht georganiseerd. Het was tyfus koud. Er was nauwelijks zuurstof. En de dekbedden jeukten. Ik ga er nog één met u delen. Ik weet zelf niet waarom, maar daar heb ik wel zin in. Oké. Nog één OJA-beeld. Dat is deze. Prachtig. Ik voel nu de O al. Voor de mensen die geen O hebben, dat was Angela Merkel. Prachtig. Ik voel de liebe. Angela Merkel, mocht u het gemist hebben, Angela Merkel kreeg een trilaanval. Dat is wat ik deed. Trilaanval. En velen van u hebben een hart voor Angela. Ik ook. Angela is voor ons belangrijk. Angela is de Mutti van Duitsland. Angela is de Mutti van Europa. En ja, als Angela begint te trillen, dan trillen we allemaal. En dat is een hele rare zin. Het gaat erom... Ik ben zo blij dat die vrouw nu weg is. Anders denk ik dat ik haar in de maling aan het nemen ben. Maar zij trilde niet. Zij was echt gewoon kaarsrecht en heel bleek. Dus Angela Merkel die trilde. Dat is gezien. En wij schrokken, iedereen schrok, want Angela is belangrijk. Maar toen gebeurde er nog iets. Ze trilde op tv, dat weet je misschien ook nog. Ze trilde op tv. Dus heel veel Duitsers zagen dat ook. Die dachten in eerste instantie, ach, mijn fernsehen. Maar het was echt Angela die trilde. En waarom ik het vertel is eigenlijk dit. Een dag of 10 later kreeg ze weer een trilaanval. En dan werd het serieus, toch? Mensen schrokken, Duitsland zeker. En toen zeiden de Duitse autoriteiten letterlijk hoe ze geen zorgen te maken. Want de tweede trilaanval was puur een reactie op de eerste. Dat is een medische diagnose die mij onbekend is. Maar ze kwamen ermee weg, hè? De tweede was puur een reactie op de eerste. Ik denk, nou, daar ben je met de Tweede Wereldoorlog mee weggekomen. Dat kan je niet elke keer gebruiken, toch? Maar waarom ik het vertel... Ik ken u niet, hè, allemaal, maar ik weet zeker dat hier mensen zijn die als we op maandag of dinsdag niet helemaal lekker worden, dat ze de rest van de week lekker thuis blijven. En dan op vrijdag denk ik, ben weer fit voor de vrijdagmiddagborrel, toch? Dat is Gouda, maar Angela niet. Angela niet. Dit zeg ik elke avond, jullie zijn de eerste zaal die erom lacht. Dat is zo grappig. Angela Merkel. Ja, die staat te trillen. Die schudt met enige moeite die hoogwaardigheidsbekleder de hand. Ze gaat niet naar huis even liegen. Nee, ze gaat in een vliegtuig. 12 uur vliegen naar Tokio. Waarom? Top overleg op wereldniveau. Daar moest ze bij zijn. 12 uur. Ze is daar. Ze loopt de hele dag te trillen. Maar dat was puur omdat Donald Trump ook aanwezig was. Ja? 12 uur. Dan gaat ze niet ins hotel. Nee, ze stapt in een ander vliegtuig. Vliegt terug naar Brussel. Ja? Om daar nog een keer 12 uur top overleg te hebben met Europa. Over de EU, over Brexit, over Malta, over belangrijke zaken. Ja? En na die 36 uur, dames en heren, springt Angela Merkel op tafel. En roept ze, hey, valt er nog wat te boemsen? Dat is Angela Merkel, dames en heren. Precies. Dit gaat over de man in de war. Ach, kijk nou, een man.
Het is een fraai exemplaar. Hij is stoer en onzeker. Waar zoekt hij toch naar? De man heeft zijn stem, zijn spieren, zijn kracht. Zij kijkt en ze luistert. Ze glimt als ze lacht. Hij kijkt graag naar sport, dat geeft hem een doel. Hij is Max Verstappen, Mathieu van der Poel. Hij speelt graag de baas, ja hallo, hij is man. Zij laat hem dat zijn en vraagt dan waarvan. Ach, kijk nou, een man. Hij is helemaal bloot. Hij kijkt naar zichzelf en denkt zo, die is groot. Een man die nu zin heeft, is een man die nu moet. Zij antwoordt, nee, maar hij hoort niet zo goed. Een man mag niet huilen. Ben Kramer had gelijk. Dus tranen zijn stiekem wanneer niemand kijkt. Hij huilt bij een liedje, This is the End. Heel soms na 3 biertjes of Fisherman's Friend. Ach, kijk nou, een man die alles bepaalt. This is a man's world, heeft hij vertaald. Maar kwam hij ook verder? De vrouw denkt van niet. Maar dan mis je precies de portée van het lied. De man heeft een tuintje als een ridder, een fort. Met kooltjes en messen en een barbecue schort. De man snijdt het vlees. Daarin is hij geschoold. Soms is het half rauw, maar meestal verkoold. De man weet de weg, maar de vrouw weet waarheen. Dat is de tragiek van een man alleen. Ach, kijk nou, een man met naast hem een vrouw. 1 zin heeft maar zin. Ik ben niks zonder jou. Dankjewel. Eerder vanavond vroeg ik u naar welke cabaretier dit land zou kunnen gaan leiden. En tot mijn grote vreugde werd ik vanavond genoemd. Doet me heel veel. Voor de duidelijkheid, ik heb nog geen beleid kunnen ontwikkelen, maar er zijn toch een paar treinen die ik al even met u wil delen. In wat we nog over hebben van deze avond, om u duidelijk te maken waar ik sta. Misschien dat u dan overtuigd raakt van mijn kwaliteiten. Ik pak er even een paar treinen uit. Ik doe zeker even gezondheid. Ik zal uitleggen waarom. Velen van u werken heel hard. Dan maak je misschien zorgen om burn-out, om te hard werken. Een zittend beroep hebben, dat soort zaken. En sommige van u zijn wat ouder en dan maak je heel vaak zorgen om je leeftijd. Hoe oud word ik? Blijf ik gezond? En wie gaat het allemaal betalen? Dus ik wil iets zeggen over de zorg en vooral over uw vitaliteit. Dat je lekker in je vel zit en het volhoudt, vind ik heel belangrijk. Dus 1, ik wil iets zeggen over onderwijs. Zowel op het basisniveau, dat die mensen behoorlijk betaald krijgen en dat wij een beschaafd land blijven. Maar ook op het allerhoogste niveau, wetenschappelijk onderzoek, vind ik een heel belangrijk terrein in Nederland. Wetenschappelijk onderzoek, wil ik iets over zeggen. En ik denk dat ik nog iets zeg over cultuur. Wat als ik uw premier word, ook een speerpunt zal worden. Ik begin met vitaliteit, dat betekent gewoon je eigen gezondheid, hoe je je voelt. Ik heb een brochure meegenomen, die komt van de NPO. NPO kent u misschien. Dat is een propagandaorganisatie uit Hilversum vandaan. En die bracht een brochure uit, een paar maanden geleden, Vitaliteit NPO 2019. En die titel is natuurlijk bewust gekozen, omdat niemand weet of de NPO in 2020 nog wel bestaat. Wat ik doe is een paar dingen eruit halen die echt voor iedereen van belang zijn. U werkt niet met de NPO, maar dat maakt niet uit waar je ook werkt, waar je ook leeft. Ik begin even met het openingsbeeld, dat is dit beeld. U wordt op deze manier binnengetrokken in de brochure. Dit is denk ik overduidelijk iemand die met grote concentratie kijkt naar een drol. Dat is wat het is. En in eerste instantie denk je dan, waarom zou je met enige concentratie kijken naar een drol? En dan denk je erover na en dan denk je, ja, je ontlasting zegt natuurlijk heel veel over je mate van vitaliteit. Goed openingsbeeld. Mijn angst is alleen, ik werk vrij veel voor NPO Radio 1. En mijn angst na dit beeld is dat ik op korte termijn naast Sven Kokkelman over de pot gebogen sta. Naar zijn drol te staren onder het motto 1-op-1. En dat moeten we denk ik zien te vermijden. Vooral omdat overal waar Sven opduikt ook Dries Roelvink kan binnenlopen. En voor je het weet gaat hij zingen. Achteraf bleek trouwens een vergissing, het is helemaal geen drol. Het is een frikandel. Dus dat is eigenlijk nog veel goorder. Dames en heren, ik wil 2 dingen met u delen. Het ene gaat echt letterlijk over u. Het gaat gewoon over eten. Kijk, we zijn een rijk land. U heeft allemaal te eten. En velen van ons eten te veel. Dat is wat het is. Ja. Grote borden, grote porties. En wat ik bij me heb, is gewoon een aanbreiding. De punten hier, waar je op kan letten, hoeveel je moet eten. Het gaat over eiwitten, koolhydraten, groenten, vetten. Gewoon de basis. Het zijn een paar tips. Het is wel verstandig om nu aantekeningen te gaan maken. Maar u kunt ook gewoon alles onthouden wat ik zeg. Dat doe ik zelf ook. Dus ik neem u even mee met de aanbevolen hoeveelheid per persoon per dag als je vitaal wil blijven. Het begint bij eiwitten.
De hoeveelheid eiwitten per persoon per dag is 1 handpalm. Dat is de perfecte hoeveelheid eiwitten. Het is gewoon 1 handpalm eiwitten. En ik ben blij dat u een vriendelijke, slimme, intelligente zaal bent die op dit moment nog steeds denkt aan een kleine kipfilet. Want dat is toch 1 handpalm eiwitten. Ik heb ook al zalen meegemaakt als ik zo stond en ik praatte over 1 handpalm eiwitten, dat er enige verwarring kwam. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Weet je wel, dat is echt vervelend. Het kan niet zo zijn dat ze bij de NPO denken dat dat een manier is om een recept te beginnen. Dus ik wist ook zeker, dat ligt aan mij. Dit wordt zeker niet bedoeld met 1 handpalm eiwitten. Maar toen las ik verder, de hoeveelheid koolhydraten, ik verzin niks, 1 vuist. Toen ging ik me toch zorgen maken, dames en heren. Ja. Dan ga je toch afvragen, wat gaan we koken en kan ik nog ergens anders gaan eten? Zeker, ik verzin niks. Toen ik de hoeveelheid vetten zag, de hoeveelheid vetten per persoon per dag, topje van de duim. Nou, als je je duim invet, weten we allemaal waar die in gaat verdwijnen. Dus het is gewoon een hele rare avond. Dames en heren, ik vertel dit een paar weken geleden voor het eerst aan een zaal zoals deze, maar veel minder leuk. Ik denk, we zijn eruit, roept er iemand van het balkon, en de kruiden dan? Ik zeg, goeie vraag, Jozef. ik moest improviseren, hou ik helemaal niet van. Ik zeg, kruidenmix. Kruidenmix. Wat ik een goed antwoord vond. U denkt, kruidenmix, dat kan je zelf maken. Kruidenmix. Dan doe je bijvoorbeeld zout, peper, oregano, curry. Doe je door elkaar, heb je kruidenmix. Toch? Waarop hij roept, ja, en was de hoeveelheid? Goeie vraag. Nou, wil ik u wel vertellen, als je kruidenmix hebt, de perfecte hoeveelheid per persoon per dag is, je spreidt de kruidenmix uit op het aanrecht. Je rolt de penis 1 keer door de kruidenmix en je tikt daarna de penis af op de rand van de pan. Een vrouw alleen kan gewoon een snufje doen. Dames en heren, u haakt lekker aan, maar we zijn er nog niet. Wat ik voor jullie heb uit liefde van mijn hart is 8 tips. Ik heb 8 tips. Dat u nog vitaler zou worden dan u al bent. Tip 1, let op. Tip 1. Loop rond terwijl je telefoneert. Wat een goede tip is. Thuis, maar ook op je werk. Ja? Normaal ga je even zitten bellen. Toch? Wat je kan doen is je pakt de telefoon. Je moet bellen. En terwijl je telefoneert heb je een gesprek en je loopt rond. Dan doe je een aantal dingen tegelijk. Je hebt namelijk dat gesprek. Je loopt lekker rond. Je werkt aan je vitaliteit. En mijn enige angst zou zijn dat mijn moeder belt. En voor ik er tussen kom heb ik er een dag van de vierdaagse op zitten. Maar verder is gewoon goed. Nee. Tip 2. Tip 2 is overleg lopend met een collega. Wat weer een goed idee is. Want normaal bij een overlegmomentje, of je pakt een flexplek, of je pakt een vergaderruimte, of je schuift even aan. Maar je kan ook lopend overleggen. Je bent aan het overleggen en je bent lekker vitaal. 2 opties. Optie 1, de collega loopt mee. Dat is inderdaad de 1 optie. Heeft de brochure gelezen. Dan ga je samen lopen overleggen. 1 subtip, let erop mensen die lopen te bellen, want die zien echt niks meer. Die lopen. Maar optie 2 is natuurlijk, de collega blijft zitten. Dan loop je gewoon rondjes om zijn bureau terwijl je overlegt. Let dan op de prullenbak. Tip 3. Tip 3 van NPO is, kies vaker voor een lunchwandeling. Voor de duidelijkheid, ze zijn gek op wandelen. Maar ik ben kapot. Ik heb de hele ochtend lopen bellen. Ik heb lopen overleggen. Ik ben gebroken. Ik wil nog maar 1 ding. De hele lunch in foetushouding liggen. Broodjes ijzerlaan naar binnen proppen. Ja toch? Moet je god om een lunchwandeling. Op het Mediapark. Vooral leuk als je houdt van slagbomen en Oost-Duitse architectuur 1974. Tip 4. Goeie tip. Verruil de drinkbeker voor een kleiner exemplaar. Dan moet je namelijk vaker lopen. Ik word gek nu. Ik ben gebroken. Ik heb de hele lunch lopen lopen. Ik ben in Harderwijk geweest, want verdwaald. Ik kom terug, droge bek. Moet ik met een hele kleine drinkbeker naar de watercooler en weer terug op mijn werkplek. Is hij alweer leeg? Moet ik weer lopen? Ja. Wordt alleen maar gelopen. Als je NPO Radio 1 van bovenaf filmt, dat is gewoon one flew over de koekoesnest. Gewoon. Wordt geen programma meer gemaakt, man. Maar, persoonlijke noot, de tip klopt wel. Van die kleinere, mijn vader, God hebben zijn ziel, heeft zijn hele leven hard gewerkt. Echt altijd hard gewerkt. En dan kwam hij thuis, vroeger. En dan nam mijn vader, als hij thuis kwam, nam hij een biertje. Vond hij prettig. En mijn vader dronk Heineken bier. En mijn hele jeugd, als mijn vader thuis kwam, nam hij een half liter Heineken bier. Vond hij lekker. Klok, 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 klok. Oké? En dan sluitend nam hij over het algemeen nog een tweede half liter Heineken bier. Klok, 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 klok. En vaak voor of net na het eten nam hij nog een derde half liter Heineken bier. Klok, 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 klok. En meestal in de loop van de avond nam hij nog een vierde half liter Heineken bier. Klok, 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 klok. En er waren avonden. Afijn, mijn vader dronk op professioneel niveau. Maar er kwam een moment dat mijn vader, hij was al in de 70,
dat mijn vader besloot, ik ga het anders doen. Ik ga werken aan mijn vitaliteit. Ik ga terug naar de kleinere hoeveelheid. Dus mijn vader ging terug van een half liter naar 33 centiliter Heineken bier. En inderdaad, mijn moeder moest veel vaker lopen naar de keuken om... Tip 5 is letterlijk zoek een collega op in plaats van te mailen. Ja, je moet wel, want niemand zit op de plek, man. Iedereen loopt te lopen, loopt te drinken, loopt naar de fucking slagboom. Natuurlijk moet je... Het wordt nu heel specifiek. Tip 6, parkeer je auto op loopafstand van de werkplek. Dat betekent niks. Want wat is loopafstand? Dat is voor iedereen anders, toch? 1,5 jaar geleden hadden Henk en ik een afspraak bij de Telegraaf in Amsterdam-West. Henk heeft het busje gewoon in de pui geparkeerd. Ja. Dat noemen ze in de Achterhoek loopafstand. Maar 5 jaar geleden mocht ik, en dat was een eer, Haile Gebrselassie interviewen voor Radio 1. Misschien wel de grootste atleet ooit. Haile Gebrselassie, hij was in Nederland. Sterker nog, ik mocht met Haile meerijden naar de studio. Haile parkeert de auto op loopafstand. Dat bleek in zijn geval godverdomme 38 kilometer te zijn, man. Tip 7. Let op. Neem de trap in plaats van de lift. Ik wil nu dood. Ik kan niet meer. Ik ben kapot. Ik ben afgesleten tot boven mijn enkels. Ik heb alleen maar lopen. En dan moet je de trap nemen. Waarom? Tip 8a. Ga naar het toilet op een andere verdieping. Nee. Ik moet zo nodig zeiken nu. Ik heb de hele dag kleine hoeveelheden gedronken. Donker, 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 donker. Ik moet nu pissen. Ja, op de 12e, vriend. Tip 8b. Maak ook eens een printje op een andere verdieping. Voor de duidelijkheid, bij de NPO een plasje doen. Dat is gewoon een plasje doen. En een printje maken. De grote boodschap. Als ooit iemand van de NPO tegen u zou zeggen, zal ik voor jou een printje meenemen? Het beste antwoord is dan, ik loop zelf wel, Sven. Laatste stap, belangrijke stap. Laatste zin van de brochure, werken is topsport. En dat vind ik ook, werken is topsport. Ja? Deze brochure is 2 maanden geleden uitgekomen. Sindsdien pleit ik binnen de NPO voor dopingcontrole. Ja? Ik vind als je topsport serieus neemt, dan doe je dopingcontrole. Of je bent een Rus. Waar het mij om gaat, is dat de dopingcontrole moet zijn binnen de NPO. En die is ook ingevoerd, weet u misschien, een week geleden, dopingcontroles. Ja? En vandaag is het eerste resultaat naar buiten gekomen. Toen het werd ingevoerd bij de NPO, de dopingcontrole, werd vastgesteld dat de eerste 3 maanden Petty, Bart en Jort Kelder zouden worden buitengesloten. Maar daarna wordt gewoon iedereen gecontroleerd en... Ik heb hier het eerste rapportje. Als je wordt gecontroleerd, word je uitgenomen bij de commissie en dan krijg je te horen wat er gevonden is. Dus ik heb een heel kort rapportje van vanmiddag. Gaat u even zitten. We hebben een paar dingen die we willen noemen. Cafeïne hebben we gecheckt. Cafeïne. Daar scoorde u 48 uit 50. Dat is wel hoog hoor. Maar goed. Hersenactiviteit. Daar scoorde u 3 uit 100. Dat is betrekkelijk laag. En in uw bloedbaan troffen we alcohol, crystal meth, ketamine en cannabis. Wat is het verhaal, meneer Knevel? Ga ik nog 2 dingen met u delen. Het een heeft te maken met wat ik al zei, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek. Het mooie van dit land vind ik, en dat zal ik ondersteunen als premier, dat wij wetenschappelijk onderzoek op het allerhoogste niveau hebben. Ik zal 1 voorbeeld geven, ik heb er 10, ik doe er 1. U weet misschien Rotterdam. Rotterdam heeft ook een universiteit. Maar goed, die bestaat. En... zit vlak naast de Jaap Stam Voetbal Academy. Het leuke van de kent de Rotterdamse Universiteit, dat is de Erasmus Universiteit. Daar is later nog een filosoof naar vernoemd. Op de Erasmus Universiteit hebben ze een onderzoek gedaan dit jaar, wat ik echt goed onderzoek vond. Dat ging over psychopaten. Dat ging over psychopaten. Dat is een fascinerend onderzoek. En ik heb het gelezen, u misschien ook. Wat blijkt nou? Psychopaat is net als u en ik, met 1 verschil. Bij een psychopaat heeft hij de emotie, die wij ook hebben. Maar de emotie stuurt het gedrag niet. Bij ons wel, bij hun niet. Dus een psychopaat is iemand die heeft wel emotie, maar het stuurt zijn gedrag niet. Dat is een psychopaat. Dat weten we nu. Ja? U kijkt maar aan, hoeveel zijn het er? Goeie vraag. 1%. Wist ik ook niet. 1% van de Nederlandse bevolking is psychopaat. Dat betekent in deze zaal ongeveer 8. Hoe herken je ze? Vaak hebben ze een shirt aan waarvan de kleur niet overeenkomt met de... Maar dat is niet altijd zo. Kan ook iets anders zijn. 1%. Nee, maar 1% is veel, man. 1% van Nederland betekent 175.000 psychopaten. Ja? Of zoals bij Erasmus zeiden, dat is 5 keer de Feyenoord-Kuip vol. Nou goed, die zijn het ook vaak. Dat is wel weer prettig natuurlijk. Waarom gaan?
laatste wat ik zeg heeft te maken met verandering. Laatste wat ik zeg, ja, het gaat echt in de laatste seconde gebeuren. Maar sinds de handbalvrouwen weten, het gaat om de laatste seconde. Het gaat om de durf, het gaat om verandering. Het gaat om de durf tot veranderen. Ja, en de man die mij heeft geïnspireerd, laatste naam die ik noem, is misschien opvallend, maar ik ga het toch zeggen. Is Dave Rolfink. Dave Rolfink. Als iemand mij inspireerde dit jaar, was het Dave Rolfink. En dat klinkt raar, want u kent Dave, u kent zijn repertoire, u kent zijn vader. U heeft gelezen over zijn leven en de dingen die hij gedaan heeft. Het is allemaal waar. Maar Dave zei 2 maanden geleden, ik ga veranderen. En dat is waar ik voor pleit, verandering. Ja? En Dave heeft het gedurfd. Ja? En de zin waarmee Dave zijn verandering aankondigde, dat is echt een zin die mij inspireert. Dave Rolfink zei letterlijk, ik ga het roer 360 graden omdraaien. Ik wil nog 1 ding met jullie delen. Ik geloof niet dat religies deze wereld mooier maken. Of dat iemand die wel gelooft het beter doet als mens. Laat staan dat paradijs een plek is waar je kunt geraken. Of dat wereldvrede uitbreekt dankzij Kerstmis en een wens. Ik geloof niet dat een heilig boek de antwoorden kan geven op vragen die zo groot zijn dat wij kleiner zijn dan ooit. En ik geloof niet dat een man in een gewaad mij helpt met leven. Want als leven volgens regels moet, heb ik het graag vergooid. Ik geloof niet in religies, ik denk liever zelf na. Je hoeft me niet te geloven. Ik weet dat ik besta. Ik geloof niet dat er ooit een oorlog is gevoerd met reden of dat één der partijen God aan zijn kant heeft gevoeld. Dat agressie, een beschaving, anders stuurt dan naar beneden. En echt niet dat dat is hoe een beschaving is bedoeld. Ik geloof niet dat er leiders zijn die zonder ego lijden of dat wat ze doen ten goede komt aan de gewone man. De glimlach die betrouwbaar lijkt, is het beste te vermijden. En prachtig als u nu denkt, man, wat weet jij er nou van? Ik geloof niet dat verandering een kracht is om te vrezen. Dat groei en nog meer groei steeds weer een reden is tot vreugd. Maak ruimte in je huis, je hoofd, dat heb ik laatst gelezen. En deugen klinkt afwijzend, maar ik zie het als een deugd. Ik geloof niet dat de afkeer van een ander ons bepaalt. Dat angst en haat ons meer maken dan woedend en doodsbang. Ik geloof dat eerlijk zijn zich echt in elke taal vertaalt. En als jij denkt, ik wacht het af, dan wacht je vaak te lang. Ik geloof in vriendschap, liefde. Dat is goedkope goede raad. Je hoeft me niet te geloven, maar weet dat het bestaat.